Nou, we zijn klaar voor de start. Van harte welkom voor u allen, jullie allen in het UMCG. Ik zie een aantal collega's, we hebben een aantal mensen van buiten het UMCG. Maar ik denk allemaal met een gemeenschappelijke interesse in het verbeteren van de zorg of het promoten van meer gezondheid. En ja, medische hulpmiddelen, software, AI en dergelijke zaken, die kunnen daar een hele waardevolle en mooie bijdrage in leveren. Maar het is niet altijd even makkelijk hoe je dat dan van idee in de kliniek of in de maatschappij krijgt. En daar hebben we vandaag in het kader van de slimme zorg-estafette een programma voor samengesteld. We hebben een programma afgedrukt klaar liggen voor de liefhebber. Dus kom binnen. Pak gerust een programmaatje, ze liggen klaar. Yes. We hebben ook een strak spoorboekje. Ik heb met de sprekers afgestemd dat ze hun uiterste best doen om binnen de tijd te blijven en daar nog wat ruimte voor vragen te laten. Maar als dat niet gelukt is, uit respect voor de laatste spreker, dan moeten we helaas zeggen vragen tijdens de borrel achteraf. Maar dat is ook een prima gelegenheid. Ik zal mezelf ook even voorstellen. Ik ben Bart Scheren. Ik ben business developer bij het Innovatiecentrum en het Data Science Center in Health van het UMCG. Beide organisaties ga ik even kort voorstellen. Daarnaast ben ik ook projectleider van een programma dat heet D-Health. Ook die zal ik even kort voorstellen. En daarna gaan we op het inhoudelijke programma binnen. Vandaar dat die welkom en introductie ook 10 minuten duurt. Dit is het spoorboekje voor vandaag, maar u heeft het allemaal voor uw neus kunnen pakken als je het meeneemt. Begin ik bij het innovatiecentrum. Wij zijn een team binnen het UMCG die zich bezighoudt met het van idee naar de maatschappelijke impact brengen van innovatie. En wij doen dat als een one-stop shop. Vanaf het originele idee dus, vanuit een stukje ondersteuning, zowel met valorisatievraagstukken, maar ook met implementatievraagstukken. Wij doen dat met een uitgebreid team, hier zo, en voor de UMCG-collega's, die zullen misschien 1, 2 of 5 fotootjes herkennen daarin. En zo niet, nou ja, vraag op mij, maar er zijn hier nog meer collega's van het Innovatiecentrum aanwezig. Daarnaast vertelde ik D-Health. Wil je er meer over weten? Ik ga er nu iets over vertellen, maar dhealth.nl is makkelijk te onthouden voor verdere informatie. En wat we bij D-Health proberen, is om qua positionering, zeg maar, om vooral het middenkleinbedrijf in het digital health domein verder te helpen. Door een aantal faciliteiten die ik kort zal beschrijven. Maar als onderdeel van het bredere ecosysteem hier in de regio. We hebben vanuit de life sciences met een ambitie om meer gezonde jaren te stimuleren. We hebben eigenlijk allerlei vlakken waarop dat plaatsvindt en allerlei ondersteunende infrastructuur. En D-Health is een van die regionale infrastructuren die vooral aan de kant van data science en e-health en bioinformatics probeert om ondersteuning te geven. En dat doet het vanuit het idee dat in digitalisering gewoon nog een hele hoop te winnen valt. Wij kunnen hier vanuit UMCG daar allerlei mooie dingen in ontplooien, maar we hebben ook die brug naar het MKB daarin nodig. Nou, we hebben een aantal faciliteiten staan hier op bulletsgewijs genoemd, maar ik ga ze even wat handen en voeten geven. Bijvoorbeeld een digitaal platform waarin je je medische hulpmiddelsoftware, een medical device, op een aantal componenten tegen een virtueel ziekenhuis aan kunt testen. Om te kijken of de interactie, zeg maar, op een goede manier verloopt, of je met de juiste standaarden werkt en hoe de dynamiek van jouw software is. Nogmaals, als je hier meer informatie over wilt, schiet mij dan straks tijdens de netwerkborrel aan of kijk op de website. Ik zal het nog één keer herhalen straks waarschijnlijk. En daarnaast hebben we vanuit dat dev-platform, zeg maar, de volgende stap is natuurlijk van hoe gaat het dan in de praktijk. Hebben we een simulatielab en dat is bij het Wiebega-complex van de Hanze Hogeschool en bij het Virtual Reality Center van de universiteit. En daar kun je zorgsimulaties plaats laten vinden. Dus dan moet je denken dat er is een app ontwikkeld bijvoorbeeld, of je hebt een medisch hulpmiddel, inclusief een stukje software. Dat is uitontwikkeld, maar hoe gaat dat nou in de praktijk? Nou, om gelijk naar de kliniek te gaan is een hele grote stap.
ook best wel kostbaar. Hier kun je in een onderwijssetting met studenten, bijvoorbeeld studenten verpleegkunde of MBRT-studenten, kun je de innovatie alles preklinisch testen, maar dus wel in een soort van zorgsimulatie. Nou, dat is D-Health, dus we hebben het innovatiecentrum gehad, we hebben D-Health gehad. En dan als laatste partij die de programmering voor vandaag verzorgd heeft, dat is DASH, het Data Science Center in Health. En de Data Science Center in Health, DASH, die heeft als ambitie om data science optimaal te laten landen binnen het UMCG, om zo zeg maar de meeste maatschappelijke impact daar vandaan te kunnen bereiken. En we willen daarin een internationale leider worden op het gebied van datagedreven gezondheidsinnovatie. Nou, wat is de achtergrond daarvan? In onze perspectief zeg maar, kan datagedreven innovatie nog veel meer impact hebben op gezondheid dan het vandaag de dag heeft. Er zitten uitdagingen omheen en daar moeten we met elkaar een antwoord op gaan vinden. Dat zit hem zowel in de klinische kant, in de onderzoekskant, maar ook in de onderwijskant van onze organisatie. De manier waarop wij dat ingericht hebben binnen DASH is, vanuit die centrale thema van data science hebben we eigenlijk vier strategische lijnen. Dat is machine learning, dat is clinical application of AI, dat is e-health en clinical cohort data. En vanuit die vier strategische lijnen proberen wij onze activiteiten vorm te geven om wel focus te blijven houden. Nou, dan welke activiteiten zijn dat dan? We willen helpen met samenwerkingen opzetten, met projecten ondersteunen, aanvragen helpen ondersteunen. Maar ook hoe kunnen we de onderwijscomponent goed inrichten hier in het huis. Wat doen we aan impact en outreach? Dus hoe zorgen we dat niet alleen wij vinden dat we het geweldig doen, maar hoe zorgen we ook dat men weet en ons weet te vinden vervolgens. En we hebben een aantal faciliteiten. We hebben een AI-denktank bijvoorbeeld, waarin zeg maar gevraagd en ongevraagde adviezen vanuit een aantal key opinion leaders binnen het UMCG worden gebracht naar DASH. We hebben een machine learning lab, een community van bijna 100 machine learning experts, enthousiastelingen, die regelmatig bij elkaar komen in digitale meetups en heel veel uitwisseling doen van kennis en expertise en ervaringen en misschien ook platformen. We hebben een ELSA lab, waar die ethische, juridische en maatschappelijke impact van AI onder de aandacht wordt gebracht, van hoe kunnen we daar vanuit die context zeg maar stappen met elkaar zetten. Een IT-lab waar we heel flexibele infrastructuur neerzetten voor data science activiteiten en nou ja, dus de communities die we ontwikkelen. In die vier strategische lijnen hebben we steeds een DASH-expert, die key opinion leader die zeg maar ons ook naar voren helpt te drijven. Peter van Ooyen die spreekt strakjes digitaal dat wel, want hij zit met griep thuis en heeft gisteren grieperig zijn presentatie voor ons opgenomen. Job Doornberg is orthopedisch traumachirurg en heeft een leerstoel Clinical Applications of AI. Dus dat is zijn dagelijkse business, zeg maar, naast het opereren om dit verder te brengen. Esther Metting is onze Dashfluencer voor e-health. Dus iemand die heel erg goed in de e-health oplossing, maar ook de regionalisatie zeg maar, van dit soort platformen zit. En Rosemeyne Vliegendhart, zij is radiologe. En die vooral focust op onze cohortdata, dus hoe we dat een stap verder kunnen brengen. Nou, ik zou straks zijn in de tijd, dus dit is precies mijn 10 minuten. Heb je interesse om iets te zien van DASH? Kijk ook eens op deze MOOC, Massive Online Open Course, die we ontwikkeld hebben. Dat gaat over AI voor zorgprofessionals. Kun je gratis gebruik van maken voor jouzelf of je collega's om eens een keer wat meer te weten over AI in de zorg. Nou, dat is DASH. Dan, Goedemiddag al. Ja, jij moet even wachten nog. Dan ga ik nu verder met het programma en ik heb een programmaatje afgedrukt, klaar liggen daar voor de liefhebber. Daar staat ook een introductie van al onze sprekers, dat scheelt weer tijd. Want dan kan ik nu dus wel Peter aan het woord laten. Peter die verexcuseert zich dus, wat ik eerder gezegd heb. Maar goed, ik zal dus zeg maar de digitale floor is yours, Peter. Goedemiddag allemaal. Mij is gevraagd door de organisatie om iets te vertellen over AI research of kunstmatige intelligentieonderzoek
en de uitdaging om het naar de kliniek te brengen. Daarvoor moeten we eerst bepalen wat AI research is. In principe is dat research aan de ene kant het gebruikmaken van AI en aan de andere kant hebben we research naar de ontwikkeling van AI. En vandaag wil ik me met name bezighouden met die research naar de ontwikkeling van AI. Dus het zelf bouwen van AI-modellen, het zelf implementeren. Als we kijken naar de output van de afgelopen jaren vanuit het UMCG vandaan op het gebied van data science en kunstmatige intelligentie, AI, dan zien we dat dat hard gestegen is in de afgelopen paar jaar. In 2016 was dat nog bijna niets en de papers in 2021-2022 zitten zo rond de 190, bijna 200 papers. We zien dus dat er heel veel onderzoek naar wordt gedaan binnen het UMCG. Maar hoe werkt dat nu? Hoe zit zo'n proces in elkaar? Als we kijken naar het ontwikkelen van AI, dan zijn er eigenlijk een zestal stappen die we doorlopen. We kijken eerst naar een klinisch probleem. Welk probleem moeten we gaan oplossen? Vervolgens hebben we een dataverzameling nodig. We moeten data uit wetenschappelijk onderzoek halen of uit de klinische praktijk om een model te kunnen gaan bouwen. Die data moet geannoteerd worden. De informatie over de waarheid, de diagnose, het segmenteren van bepaalde organen op beelden. Al dat soort dingen moeten toegevoegd worden aan de dataverzameling. Dat zijn de annotaties. Vervolgens moeten we een model gaan trainen. We moeten een model gaan testen. En daarna moeten we een externe validatie doen. Nou, het ontwikkelproces van klinisch probleem tot testen zien we al dat er problemen zijn die later een rol gaan spelen. Want hoe wordt de documentatie gedaan in dit proces? Wat wordt er gedocumenteerd over de dataverzameling? Hoe wordt genoteerd hoe de data annotatie is gedaan? Wordt de code op de juiste manier gedocumenteerd die geschreven wordt? Is er een juiste documentatie van het getrainde model wat we hebben verkregen? En daarnaast doen we wel een versiebeheer van de code. In de laatste stap, de validatie van AI, kijken we naar validatie en betrouwbaarheid. Dit is heel belangrijk, omdat voordat we in de kliniek een systeem gaan gebruiken, moeten we bepalen of dat ook wel presteert zoals wij verwachten dat het presteert in de kliniek. Dus hierbij moeten we de systemen echt heel specifiek gaan testen. En dan komen vragen voorbij, en hoe doen we dat dan op een dusdanige manier dat we dat later kunnen gebruiken om bijvoorbeeld voor MDR te gaan, of voor goedkeuring te gaan van zo'n model. Vaak is technische validatie wel een onderdeel van een project wat in de wetenschap gebeurt, maar de meer klinische validatie en het bepalen van de betrouwbaarheid in de klinische praktijk niet. En dat is wel een essentieel onderdeel. Daaruit zien we dus dat de stap om naar de kliniek te gaan nog lastig is. Er is ook veel onduidelijkheid. En dat zit met name in de regulering. We hebben de MDR, Medical Device Regulation, daar zullen jullie meer over horen. We hebben daarin iets als software as a medical device, daar valt ook kunstmatige intelligentie onder, want dat is ook software. Maar er is nog heel veel onduidelijkheid over de regulering van medische toepassingen van kunstmatige intelligentie. En dat kan de weg naar de kliniek erg bemoeilijken. En we hebben ook missing links. De usability. Als we een project doen, is het vaak om de technische haalbaarheid van een deep learning model. We gaan dan bezig om te laten zien dat zo'n model werkt. We kijken naar de prestatie van dat model. Hoe goed is het? Hoe goed is het in het voorspellen? Hoe goed is het in het maken van segmentaties? Maar er wordt niet zo snel gekeken naar iets als usability. Terwijl het heel belangrijk is om AI-software zo te ontwerpen dat deze gemakkelijk te gebruiken is voor medische professionals. Zodat ze die systemen op de juiste manier kunnen gebruiken en ook de resultaten op de juiste manier kunnen interpreteren. Het gaat dus niet alleen om het AI-model, maar het gaat om een stuk AI-software die om dat model heen wordt gebouwd. Waarbij de mens-machine interactie een belangrijke rol speelt. Een andere missing link is de integratie met bestaande systemen.
in wetenschappelijke projecten zal vaak een datadump gedaan worden. Er wordt gewoon data gekregen uit de databases die er zijn. Die wordt apart gezet en een promovendus gaat bezig met die data die op een bepaalde server staat of die in een bepaalde omgeving klaar is gezet. Terwijl in de praktijk het natuurlijk niet zo werkt. Daar hebben we te maken met verschillende systemen waarmee we moeten gaan integreren. De zogenaamde interoperabiliteit voor het opslaan en het delen van de gegevens. En die eruit te halen, die te gebruiken voor het AI-model. En vervolgens ook de resultaten van het AI-model weer terug kunnen stoppen in die systemen. Ook daarvoor is een integratie nodig. Een andere missing link die vaak niet uit researchprojecten komt, is de gebruikersdocumentatie en training. We hebben een model, we hebben iets dat werkt, we tonen aan dat het werkt, we publiceren een van die 200 papers die per jaar eruit gaan. Maar hoe de gebruiker dat nu precies moet gaan gebruiken en het opleiden van de gebruiker om op een juiste manier te gebruiken, dat is vaak geen onderdeel van het wetenschappelijke project. En als laatste de quality assurance. Als we iets hebben dat we in de praktijk gaan gebruiken, moeten we ook gaan kijken naar de kwaliteit over de tijd. Quality assurance. Maar hoe implementeren we dat? Wat voor testen moeten we dan doen? Wanneer moeten we testen? Er is ook een grote dataafhankelijkheid. Als de data die in het model gaan op een of andere reden verandert, wat moeten we dan doen? Hoe gaan we dat dan aanpassen? Moet het model opnieuw getraind worden? Moet er een nieuwe deployment gedaan worden van een nieuwe versie? Dat gaat dus over verandering in de hele keten en wat moeten we dan doen? Als we kijken, dan zien we dat in die hele ontwikkeling van AI we die stappen wel maken. En we doen zeker in de projecten al die verschillende stappen van het proces. Maar de juiste manier om dat te doen, om te zorgen dat we het ook daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken in de klinische praktijk en het makkelijk op basis van Medical Device Regulation kunnen gaan goedkeuren, dat is vaak nog niet goed geregeld. En dat is ook de vraag die er ligt voor ons als wetenschappers op dit gebied, maar ook voor het hele UMCG. Hoe gaan we dit op een goede manier inrichten, zodat we valorisatie kunnen krijgen van ons wetenschappelijk onderzoek? Want het gaat vaak om onderzoek van promovendi. En de promovendus gaat op een gegeven moment weg, meestal na een jaar of vier. En dan hebben we dus te maken met een stukje probleem in sustainability. De promovendus vertrekt, maar overdracht is niet altijd volledig, soms niet eens mogelijk. Funding uit researchproject, ja, hoe gaat het dan verder met betrekking tot de financiering? Hoe gaan we iets voor klinisch gebruik inzetten? Is er dan nog wel financiering om dat te kunnen doen? Dus aan het eind de vragen, hoe zorgen we dat een promovendus werkt met als vergezicht die klinische implementatie? Dus hoe gaan we in het hele proces al zorgen dat promovendi goed documenteren, dat ze juiste methodieken gebruiken, dat ze de juiste informatie verzamelen en het ook op de juiste manier registreren? Hoe krijgen we de output van promovendi in de staande organisatie of naar een commerciële partner? Want we hebben op een gegeven moment een product van het promotieonderzoek. Maar hoe krijgen we dat geïntegreerd in onze huidige werkwijze? Hoe krijgen we dat goedgekeurd? Hoe krijgen we certificering als dat nodig is? Hoe gaan we dat wegzetten naar een commerciële partner? En heeft die commerciële partner dan ook iets aan die documentatie die we al hebben opgebouwd? Of zeggen ze, ja, interessant, maar we moeten hem opnieuw beginnen, want jullie hebben je niet gehouden aan bepaalde voorwaarden die wij hebben voor het ontwikkelen van MDR-gecertificeerde software. En tenslotte, hoe kunnen we binnen het UMCG komen tot een flexibele IT-infrastructuur die gaat helpen bij het technisch en klinisch valideren in de praktijk? Dus het mogelijk maken om snel en makkelijk modellen toe te passen op onze beschikbare data en die ook meer in een klinische setting te kunnen gaan testen en valideren. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Nou, dankjewel Peter, die overigens niet digitaal hier aanwezig is. Nogmaals, hij is ziek thuis vandaag, maar hopelijk heeft hij een beetje een gevoel van setting the scene voor jullie gegeven.
Dan zijn er nu drie blokjes van twee presentaties die volgen. Het eerste blok gaat meer inhoudelijk over de MDR zelf en de manier waarop je deze uitgebreide tekst kunt lezen en interpreteren. En vooral ook hoe je dat daarna handen en voeten geeft. Door Ilona, directe collega vanuit het Innovatiecentrum. Jarenlang in de medical device wereld gewerkt, ook als terzake deskundige. Dus veel ervaring opgedaan uit de praktijk. En Wouter van Beek, advocaat met ook ervaring binnen de life sciences, medische hulpmiddelen. En de vraagstukken die vooral vanuit het bedrijfsleven ook daaromtrend gesteld worden. Ilona, voor jou als eerst. The floor is yours. Ja, dank je. Hallo, welkom bij de introductie over de MDR, het eerste deel. Ik ben Ilona Brouwer. Ik ben innovatieadviseur bij het Innovatiecentrum UMCG. Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring met adviseren hoe om te gaan met de MDR. En ik ga jullie nu de basis vertellen. Dus het gaat echt om de beginselen, zodat je een goede basis hebt voor de komende presentaties. We zien hier een gek plaatje. Je ziet een mandarijnennetje. En daaronder staat vaginaal matje. Dat matcht niet met elkaar, die twee. En dit plaatje is een screenshot van een documentaire van de Afrotros Radar. Die ze in 2015 gemaakt hebben. En dit toont aan wat er mis was voor de MDR er was. Er waren grote problemen met... wat het aantoont is dat zij in deze documentaire dit mandarijnennetje CE gecertificeerd hebben gekregen als medisch hulpmiddel. Er waren in die tijd veel problemen met implantaten en ook andere medische hulpmiddelen. Dus daarom is het heel goed dat we nu de MDR hebben, de Medical Device Regulation. Deze is er sinds mei 2021, dus nu bijna 2 jaar. En dit is Europese wetgeving. Geldt dus in alle Europese landen, niet meer in Groot-Brittannië dus. Het vervangt alle eerdere normen in Europa en ook de wetten die er in alle aparte landen waren, die weer refereren naar oude normen. Dus nu is overal de wetgeving gelijk. Dit geldt ook voor degenen die wel eens met labmedische hulpmiddelen werken voor die IVDR. Daar is ook een overgang van de IVDD naar een Europese wetgeving. En deze wetgeving die stelt hogere kwaliteitseisen aan medische hulpmiddelen voor ze gebruikt mogen worden. En wat hier anders aan is dat deze wetgeving nu ook vaker van toepassing is op software die in de medische setting gebruikt wordt. En als iemand met een vraag over de MDR bij mij komt, dan begin ik altijd met deze vraag. Hoeveel weet je van de MDR? En ik vraag dat nu ook graag aan jullie. Dus ben benieuwd, voor wie is de MDR echt wel nieuw? Ja? Oké, leuk. Welkom. Goed dat jullie je gaan inlezen erin. Wie weet een beetje de basis? Oké. Wie weet best wel veel? Het is moeilijk om je tussen de derde en de vierde te onderscheiden. En wie weet echt, wie is echt expert voor ze? Ja, oké, ook een aantal in de zaal. Oké, dankjewel. En daarnaast de stap om de definitie te bepalen. Dit is altijd het allerbelangrijkste om gelijk te doen en ook als eerste in de ideefase. Ik ga eerst een paar voorbeelden, een stuk of 6 voorbeelden bij langs van medisch hulpmiddel. En daarna gaan we nog een paar voorbeelden voor specifiek software bij langs. Dit is een duidelijke medisch hulpmiddel. Dit is een operatierobot. Wordt ingezet om chirurgen te helpen bij de operatie. Duidelijk een medisch doel. Prothese ook. De fabrikant claimt dat persoon zonder been, met een beenamputatie, dat die hiermee... dat zijn handicap verholpen wordt, verlicht. Dat is een medische claim, ook een medisch hulpmiddel. Een tandprothese is precies hetzelfde. Het kan ook cosmetisch zijn, maar het vervangt de anatomie van het lichaam. Dus dat staat ook in de definitie van medisch hulpmiddel.
En dit plaatje, brillenwinkel, voor de bril- en lensdragende onder ons. Een bril is ook een medisch hulpmiddel, een contactlens ook. Zo zie je dat het niet altijd in het ziekenhuis gebruikt hoeft te worden. De claim van de fabrikant is dat ze je verhelpen met zicht beter te zien. Dus dat is, dat is ook een medische claim. Hier zie je inhalatoren voor geneesmiddelen. Lijkt een simpel stukje plastic, maar ook dit is een medisch hulpmiddel. Het bepaalt hoe de medicatie wordt toegediend in de longen. Ook inhalatoren moeten aan de MDR voldoen. En dan komen we aan bij software. Hoe bepaal je of je software nou een medisch hulpmiddel is? Om dat te bepalen kijk je eerst naar het beoogde doeleind. Dus je somt in 1 of 2 zinnen samen wat je wil, wat je zegt dat het medisch, wat je hulpmiddel gaat doen. En vervolgens toets je dat aan de definitie die in de MDR staat, in artikel 2. En iets is een medisch hulpmiddel als het een specifiek medisch doeleind heeft. En de MDR die somt dan een rijtje op wat dan medische doeleinden zijn. En het is een vrij lang stukje tekst. Ik ga er nu niet doorheen lezen, maar ik stip even aan wat relevant is voor, wat vooral relevant is voor software. En dat is dat er nu ook in staat dat als het voor monitoring of prognose van een ziekte wordt gebruikt. Dit is iets wat waar software beoogd doeleinden, medische software beoogd doeleinden aan kan matchen. Maar toch kan het bij software nog snel in het grijs gebied blijven. Want wat bijvoorbeeld als je een app hebt waar wat instructiefilmpjes voor de patiënt in staan en die wordt meegegeven. Is dit dan een preventie van een ziekte? De filmpjes worden daar indirect wel voor gebruikt of heel direct. En hiervoor kun je goed dit flowdiagram gebruiken uit een MDCG guidance. MDCG is een soort officiële werkgroep van de Europese Unie. Dus het is ook echt wel een officieel, dat kun je zien als een officieel guidance document. En die kun je gebruiken voor de kwalificatie van je software aan de definitie. En de bovenste drie wiebertjes die je hier op het scherm ziet zijn handig. In het eerste wiebertje wordt er gevraagd of je software een actie anders doet dan eerste opslag, tweede archivering, derde communicatie of vierde simpele zoekopdracht. Als het niet zo is, dan is het dus geen medisch hulpmiddel. Dus je appje met filmpjes erin voor instructies voor een patiënt, als het verder niks doet, voldoet dat aan communicatiepunt. Dus dan ga je naar nee. Als het wel zo is, is het vierde wiebertje ook nog handig om bij langs te gaan. Dat is de vraag, is de actie in het voordeel van een specifieke patiënt? Dus heb je een software stukje, bijvoorbeeld gebruikt wordt om een database van de populatie op te bouwen, bijvoorbeeld voor lifelines, niet ten bate van een individuele patiënt, dan ga je ook naar nee. Dat is geen medisch hulpmiddel. Dus deze is heel handig erbij te pakken. Er staan ook nog meer handige dingen in. Nu even 4 voorbeelden gaan we bij langs. Aanmeldcel, daar staat de software op waar patiënten inchecken bij ons. Het is wel software in de medische omgeving, maar dit is geen medisch doeleind. Dus dit is geen medische software als medisch hulpmiddel. Screenshot uit ons EPD. Deze omgeving heet Best Practice Advisory. Er staat veel tekst en je kan ook teruglezen in het geel cardiac risk. En daaronder staan wat parameters uit het EPD. En die doet dus een berekening. Dit stukje van het EPD doet dus een berekening over en geeft aan of er cardiac risk is. Dit komt wel echt in de buurt van een medisch doeleind claim. Dus ik zou zeggen, ik wil niet te harde uitspraken doen, maar dat het toch wel een medisch hulpmiddel is. Dit is een app die in de App Store staat namens het UMCG, kort en fit app. Deze is duidelijk niet bestempeld als medisch hulpmiddel. Er is bij de ontwikkeling goed gekeken naar de intended use. Het is wat uitgekleed en daardoor is het nu meer een dagboekvorm
een app met een dagboekstemming kan bijgehouden worden. En er staat informatie op voor de patiënt. En hierdoor is het geen medisch hulpmiddel. Doordat het bij deze simpele, uit het eerste wiebertje, daar blijft het binnen. Dit is een robotje waar ik nu zelf mee werk in een innovatieproject. En hallo Robbie. Hallo, ik ben Robbie de robot. En ik ga het uw MCG helpen. Robbie kun je instellen met teksten en instructies wat je maar wil. Je kan hem gewoon wat gezellig laten zeggen. Je kan hem ook laten zeggen welk moment de patiënt medicatie zou moeten innemen. Of een voorbeeld doen, bijvoorbeeld voor revalidatieoefeningen voor kinderen. Dit komt veel meer zowel voor de fabrikant als wij het instellen in de richting van een medisch hulpmiddel. Dus dit is zeker een grijs gebied. Ik zou hier dus goed voor gaan zitten om het uit te zoeken. Als je zoiets hebt, kun je in ieder geval bij mij komen. Dan help ik je zelf of ik help je naar de juiste personen. Als je dan volgens weet dat je een medisch hulpmiddel hebt, dan bepaalde kaders. Als je dan het wil gaan toepassen, zijn er 3 kaders duidelijk te zien in de MDR. De eerste is in huisontwikkeling en binnen een juridische entiteit. Dit staat beschreven in artikel 5.5 en hier komt later nog een aparte presentatie over. Het komt erop neer dat je een hulpmiddel ontwikkelt binnen een zorginstelling als het hulpmiddel niet op de markt is. En dan mag je het ook alleen gebruiken binnen die zorginstelling. Klinisch onderzoek is de tweede. Dat is een voorstadium voordat je CE kan krijgen en je product op de markt kan brengen om voldoende bewijs op te halen. Toepassing is dan altijd binnen een studie die goedgekeurd is door METC binnen de artikelen die hier staan. En andere toepassingsgebieden in de handel brengen. En dan moet er altijd CE op het product zijn. Vergeven door een aangemelde instantie. In de MDR staan verschillende rollen. Er staan verschillende rollen in samenwerking die er kunnen zijn bij de ontwikkeling van een medisch hulpmiddel. Dat is fabrikant, toeleverancier, gemachtigde importeur en distributeur. Goed om te bepalen welke rol wie heeft. En de bovenste twee zijn meest voorkomend en ook meest relevant. Fabrikant is, er moet één iemand fabrikant zijn. Dus eindverantwoordelijk voor alles wat in de MDR staat. En voor het product dus. Dit is zeker relevant als je bijvoorbeeld een consortje hebt of een samenwerking met een bedrijf om dit echt vast te stellen. En er kan ook nog, dit toeleverancier is niet een officiële rol in de MDR. Maar als je dus onderdelen levert naar de fabrikant, moet je ook kwaliteit kunnen aantonen aan de fabrikant. Nog een laatste punt over de kaders, is dat er dan over CE gesproken voor je een product in de handel mag brengen. En het gaat niet om één type CE, maar over 2 typen CE. Er is CE voor kwaliteitsmanagement systeem, dus waar de processen aan voldoen in het bedrijf. En dit is vaak volgens de norm die hier staat, ISO 13485. Daar kun je voor gecertificeerd worden. En de ander is voor het product zelf. Op basis van het technisch dossier. En een goed start, wat ik altijd een handig startpunt vind om hier aan te beginnen, is bijlage 1. Een hele lijst met veiligheids- en prestatie-eisen. Kun je aanvinken wat voor jou van toepassing is. En daar vervolgens is de stap om daar normen bij te zoeken. Ook klassificatieregels zijn een goed startpunt voor technisch dossier. Dus om op de markt te komen moet je dus een gekwalificeerd kwaliteitsmanagement systeem hebben. En elk product moet CE gecertificeerd zijn. Nog even heel kort het laatste. Ik wil jullie graag laten zien wat de impact is van de MDR op innovatie. Dit is een plaatje waar veel op te zien is. Ik zal jullie er doorheen praten. Het gaat over langere review. Het gaat over de reviewtijden voor het verkrijgen van CE. Ik mag er helaas niet naartoe lopen, dus ik ga er naartoe wijzen. De eerste groep aan staafdiagrammen gaat over klasse 1 medische hulpmiddelen. En dan klasse 2
A, 2B en rechts staat de hoogste risicoklasse medische hulpmiddelen. En die staafjes staan voor aantallen hoe lang de doorlooptijden zijn. De grijze zijn voor 6 maanden of minder. En de licht oranje helemaal rechts is voor 24 maanden of meer. Dus zo zie je dat doorlooptijden voor het verkrijgen van een CE variëren van 6 tot 24 plus maanden en gemiddeld ongeveer rondom het jaar. En dat die tijden oplopen als je naar de rechterkant, naar een hoger risicoklasse product gaat. Daar zie je het licht oranje barretjes duidelijk groter. Dus die doen vaker er meer dan 2 jaar over. Dit zijn wel flinke tijden. En je weet het niet zeker van tevoren voor je aan zo'n traject begint. Laatste plaatje is, dit geeft aan hoeveel, dit zijn trouwens gegevens van zomer vorig jaar, dus het plaatje kan iets veranderd zijn. Vooral deze, dit geeft aan hoeveel eind van de zomer, hoeveel certificaten er onder de nieuwe wetgeving uitgegeven waren, dus hercertificaten. Je kunt hieruit opmaken dat er nog niet heel veel nieuwe certificaten zijn afgegeven, dus dat er veel werk gedaan wordt door de notified bodies en er dus ook veel focus daarop ligt. Dus op het behouden van bestaande medische hulpmiddelen. En dus wat minder op innovatie. Dus daardoor is het slim om op tijd een notified body te zoeken als je die nodig hebt. Goed om te onthouden. 1. Kwalificeer zo snel mogelijk of je nou te maken hebt met een medisch hulpmiddel of niet. Blijf daar niet in hangen. Zoek hulp als nodig. 2. Dit kan ik niet laten omdat ik bij het ziekenhuis werk. Iets wat in huis ontwikkeld wordt, onder een huisontwikkelartikel moet daar ook binnen gebruikt worden. En 3. De ontwikkeling van je medisch hulpmiddel is slim om te benaderen vanuit de innovatie en juridisch kader. Daar zijn we, ja. Dankjewel Ilona. En mooi binnen de tijd dat we nog 1 of 2 vragen kunnen aannemen van het publiek. Is er iemand die denkt van, goh, dit was zo interessant. Ik wil nog eigenlijk Ilona vragen iets meer te vertellen. Hi Ilona, Rianne Toten. We hebben wel eens ooit e-mailcontact gehad. Mm-hmm. Je gaf heel duidelijk aan, dankjewel trouwens voor je presentatie, over software, wanneer is het nou wel een medisch hulpmiddel, wanneer niet. En dan gaf je aan dat in het wiebertje, op het moment dat het communicatie is, mm-hmm. dat het dan mogelijkerwijs niet valt onder een medisch hulpmiddel. Ja. Dus dan kan je daar misschien wat meer voorbeeld meer over uitweiden, wanneer je daar, want ik kan me voorstellen dat het een beetje grijs gebied is. Hè, wat is dan communicatie en wanneer kom je in het medisch hulpmiddelstukje, in het kort? In het kort. Dat vind ik een lastige, want de guidance is daar zelf ook niet duidelijk over. Die geeft daar zelf geen verdere definitie bij. Dus dat is lastig. Ja, die interpretatie is lastig. Mag ik er nog iets op aanvullen? Of is het te kort? Okay. Ja, we gaan het gewoon doen. Heb je de massa? Ik denk namelijk dat op het moment dat je al de schijn opwekt, dat ook al communiceer je niet welke kant je op kan gaan, mm-hmm. dat op het moment dat je al de schijn wekt, dat een gebruiker zeg maar zelf een beslissing gaat nemen, oh, maar met deze informatie ga ik dus linksom of rechtsom, dan schuurt het al wel heel erg tegen die MDR aan. Ik denk, misschien had je daar nog iets van een voorbeeld bij. Of ik denk, goed voor de andere mensen om ook te weten dat het niet zo heel zwart-wit is. Dat als het maar in ieder geval het communiceren is van een dagboekje. Oh ja, een voorbeeld. Heb jij een voorbeeld erbij? Wie je nu? Misschien meer vanuit jouw kant, hè? Vanuit UMCG-kant. Dat is inderdaad zo. Als je data presenteert, gaat er natuurlijk gauw een op basis daarvan een beslissing. Ik vind een voorbeeld geven nu moeilijk. Maar als er data gepresenteerd wordt, dan kan er natuurlijk snel op basis daarvan een beslissing worden genomen. En als het door de arts is, dan komt het wel weer richting een medisch hulpmiddel. Dus daar ligt inderdaad wel een gebied waar je scherp op moet zijn. Ja.
Want dat, ja, staat, dat staat duidelijk in de guidance. Dat als de data gebruikt wordt om gebruikt kan worden om een beslissing te maken, is het wel weer een medisch hulpmiddel. Dus goede nuance. Wat zo leuk is aan deze casuïstiek, hè, dat is yes en no staan links en rechts. Maar de praktijk staat ergens in het midden. En ik denk dat bij elke casus dit steeds weer. Daarom hebben we ook experts nodig om die context allemaal mee te kunnen wegen. Om uiteindelijk tot een advies te komen. Maar het zijn hele interessante vraagstukken. Ik wil wel verder gaan nu. Dankjewel Ilona voor jouw presentatie. En Wouter, mag ik jou uitnodigen? Nee, ik had je al kort geïntroduceerd. Dus, en dat heb je ook in je eigen presentatie staan. Dus. Zo. Yes. Oké, floor is yours. We zorgen dat alles goed staat, anders dan gooi ik mijn thee om midden in de presentatie. Ja, deel 2 van de introductie. Dan vragen jullie je af, waar kan het nog meer over gaan misschien? Wat ik ga vertellen is in aanvulling op wat we net van Ilona hebben gehoord. Dus we gaan niet opnieuw kwalificeren wat een medisch hulpmiddel is. Er mogen natuurlijk wel vragen over gesteld worden dadelijk. Maar ik ga nog iets dieper op de MDR inzoomen en kijken wat er precies nog meer in staat. En wat gebeurt er nou als je hebt geconcludeerd dat je een medisch hulpmiddel hebt? Dat wil ik gaan doen om het een beetje misschien context te geven naar aanleiding van de levensloop van het product. Dus vanaf dat je een idee hebt voor iets wat misschien iets te maken kan hebben met gezondheid van andere mensen, tot aan dat er een medisch hulpmiddel in de handel zit. En als jullie vragen hebben, stel die maar inderdaad graag als ik klaar ben. Nou, ik ben net al geïntroduceerd, heel kort. Ik ben advocaat in de life sciences sector. Nu 3 jaar lang gewerkt voor internationale medische hulpmiddelenbedrijven. Die komen doorgaans, moet ik eerlijk zeggen, wel met hele specifieke vragen. Dus dat soort bedrijven vragen mij vaak niet. Goh, wil je voor mij CE regelen en alle documentatie opstellen? Maar het gaat over hele specifieke vragen. Bijvoorbeeld over reclame, over heb ik überhaupt een medisch hulpmiddel? Hoe moet dat medisch hulpmiddel dan geclassificeerd worden? Dat soort zaken behandel ik. Maar ook meer de algemene vraagstukken. Mocht je nou een vraag hebben die je niet beantwoord krijgt vandaag of niet dadelijk tijdens de borrel, dan kun je altijd contact opnemen via w.van.beek@rug.nl. Dat e-mailadres heb ik nu een week. Daar ben ik heel trots op. Het idee. Nou, je kunt op allerlei verschillende manieren natuurlijk met een leuk idee komen. Het kan zijn als je lekker aan het douchen bent of als je misschien een onderzoek leest van iemand anders. En wat is dan belangrijk om te doen? En dan denken jullie, haha, hè, er komt die jurist en die komt vertellen dat je meteen een jurist moet inschakelen als je een idee hebt. Nou, ik snap best dat je dat niet direct doet. Hè. Misschien ga je met collega's overleggen over wat je zojuist hebt bedacht. Misschien ga je even googlen of jouw idee misschien niet al lang door iemand anders is verzonnen. Maar ik raad toch aan om daarna eens met een jurist te gaan praten. Al is het maar om een kader te schetsen waarbinnen je moet gaan denken vanuit juridisch perspectief. Als je eerst gaat ontwerpen, als je eerst verder gaat brainstormen, dan kan het namelijk zijn dat je bepaalde juridische belangrijke overwegingen achter je laat. En dat zou jammer zijn. Nou, ik heb een paar van die overwegingen voor jullie onder elkaar gezet. Aan de hand waarvan je hopelijk snel begrijpt dat de jurist misschien wel nuttig is. En dat kan ook een jurist in-house zijn of iemand met juridische kennis. Eerste ding op de rechtenstudie dat je leert is namelijk dat je al snel een jurist bent als je maar iets weet of je inleest in het recht. Zeg ik dat goed, Aline? Of... Ja, oké. Okay. IE-rechten. Ja, jullie dachten we gaan het alleen maar over de MDR hebben, maar ik wil heel kort stilstaan bij intellectuele eigendomsrechten. Dat zegt sommigen van jullie misschien wat. Als je een liedje schrijft, heb je intellectueel eigendomsrecht op de songtekst. Maar als je een stuk software schrijft, dan heb je dat ook. Dan heb je auteursrecht. Je zou zelfs een octrooirecht kunnen hebben. Waarom is dat in de ideefase al belangrijk? En dan ga ik een anekdote vertellen over het octrooi.
Zo'n octrooi krijg je niet van rechtswege, dat krijg je niet zomaar. Een octrooi krijg je als je een octrooi aanvraagt. En wat geeft dat octrooi uiteindelijk? Dat is 20 jaar marktexclusiviteit voor de toepassing van je idee. Dat is nogal wat voor als je uiteindelijk geld wil verdienen met je medisch hulpmiddel, met je software. Wat is nou belangrijk? Je krijgt pas een octrooi als het aan een aantal criteria voldoet. Bijvoorbeeld als jouw idee nieuw is. Als je idee niet nieuw is, krijg je geen octrooi. Dan zou iedereen een octrooi kunnen krijgen, moeten we niet hebben. Maar daar is al heel snel sprake van dat jouw idee niet meer nieuw is. En om een voorbeeld te geven, was in de jaren 90 een meneer die had een geniaal plan om zeeschepen weer naar gezonken zeeschepen weer naar het oppervlak te brengen. Hoe moest dat gedaan worden? Hij had een buis bedacht en daar zouden dan vanaf het oppervlak pingpongballetjes in worden geperst. Nou, die komen langzaam allemaal terecht in dat schip en dat schip stijgt langzaam op. En op die manier kunnen we schepen weer naar het oppervlak brengen en kunnen we er nog wat mee. Wat heeft uiteindelijk de Nederlandse rechter gezegd? Die heeft gezegd, dit is helemaal geen nieuw idee. Want 40 jaar daarvoor is er een Donald Duck editie verschenen. En in die Donald Duck editie stond precies dit plan. Beetje lullig, heel veel geld in geïnvesteerd. Maar ja, je zult het maar hebben, hè? Meer misschien van toepassing op jullie praktijk. Ik ga ervan uit dat jullie geen ideeën van de Donald Duck stelen. Ik kan trouwens lucratief zijn hoor, want deze meneer heeft in Duitsland en volgens mij Frankrijk en een aantal andere landen wel een octrooi gekregen. En dat werd daarna pas herroepen. Hulde aan de Nederlandse rechtspraak. Wat kan natuurlijk ook zo zijn, is je hebt een mooi idee bedacht. Maar dat idee, dat deel je met een collega. En die collega schrijft daar een leuke blog over. Of je bent zelf erg enthousiast en je schrijft misschien zelf iets in een tijdschrift of na een studie van, goh, zou het niet interessant zijn om dit en dit te doen met de onderzoeksresultaten? En dan beschrijf je een beetje dat idee. Dan zegt dat octrooibureau dus, sorry, dit is niet een nieuw idee. Dus wees een beetje voorzichtig met in hoeverre je idee prijsgeeft, wil ik maar zeggen. Dat zijn dingen waar je dus van tevoren met een jurist over zou kunnen praten. En die kan je daar iets meer over vertellen. Ik ga nu dit onderwerpje afsluiten, maar ik weet, dat is nog niet helemaal officieel. We werken aan een workshop waarbij we alles wat nu behandeld wordt ook meer in iets meer detail wordt uitgelegd. Want in een kwartier de MDR en alles wat eromheen hangt uitleggen, dat kan natuurlijk niet. We hebben net gezien wat je nog meer gaat doen in je ideefase. Je gaat kwalificeren wat jouw idee misschien uiteindelijk zou kunnen zijn. Dat kan een medisch hulpmiddel zijn. Kan ook iets heel anders worden. Maar laten we er voor nu van uitgaan, je hebt een medisch hulpmiddel. We hebben net gezien hoe die kwalificatie ongeveer gaat. En dan kijk je dus heel goed naar het beoogde doel dat je uiteindelijk hebt met dat hulpmiddel. En het doel wat je uiteindelijk ook wil communiceren aan patiënten. Of aan zorgverleners. Wat je daarna doet, is klassificeren om wat voor medisch hulpmiddel het gaat. Er zijn, zoals we net gezien hebben, globaal gezien vier klassen medische hulpmiddelen. Waarom zou je dat nou meteen al doen? Omdat de klassen van jouw medische hulpmiddelen een gigantisch belangrijk effect hebben op de design- en de ontwikkelingsfase. Als jij een klasse 1 medisch hulpmiddel hebt, dan hoef je in bijna geen van de gevallen bijvoorbeeld een aangemelde instantie in te schakelen. Daar ga ik zo heel kort nog iets over vertellen. Maar die instanties, dat hebben we net al wel ook in de presentatie van Ilona gehoord, die heb je nodig om de markt op te gaan. Die hebben het hartstikke druk. Dat is het eerste wat we adviseren aan mensen die een medisch hulpmiddel op de markt willen brengen. Neem contact op met zo'n aangemelde instantie, want je komt er moeilijk tussen. Die geven voorrang aan bestaande cliënten. En het zijn uiteindelijk commerciële organisaties die dat ook mogen doen. En je wilt niet moeten wachten op je aangemelde instantie in een later stadium van de ontwikkeling van je medisch hulpmiddel. En die MDR, dat kun je hier zien, die gaan we niet helemaal behandelen, maar die heeft specifieke klassificatieregels voor software. Dus in die zin wordt het jullie makkelijk gemaakt. Je hoeft de hele MDR niet door. Kijk in ieder geval naar regel 11 en je kunt misschien al een inschatting maken in welke klasse, tot welke klasse het medisch hulpmiddel behoort. Moet ik er wel heel eerlijk bij zeggen, sinds de introductie van de MDR is er bijna geen software meer dat onder klasse 1 valt. Hoe ziet dat juridisch kader er verder nog meer uit?
Het kan ook gaan om een medisch hulpmiddel en zelfs software dat ook een in vitro diagnosticum is. Als dat zo is, wil je dat ook weten, dan is de IVDR van toepassing en daar staan weer andere vereisten in. Soortgelijk, maar wel anders. En privacy. We hebben het over software, dan is privacy al snel een ding. Uiteindelijk, zeker tegenwoordig en zeker als je een AI-gebaseerd stuk software wil schrijven, heb je data nodig. Die data kan gaan over personen. En dan is het nogal belangrijk dat je goed vanaf het begin doorhebt dat je misschien wel persoonsgegevens gaat verwerken. Waarom is dat nou zo belangrijk? Er is zoiets als privacy by design. Dat is wettelijk voorgeschreven door de Europese wetgever. Dus in die designfase moet je al gaan nadenken. Hoe ga ik het medisch hulpmiddel zo vormgeven dat dat ook voldoet aan de privacyvereisten? En dan zijn er nog allerhande andere zaken die een rol kunnen gaan spelen. Daar gaan we eventjes aan voorbij. Hiernaast zien jullie een stroomschema. Dat is uit dezelfde NDCG guidance als we net van Ilona hebben gezien. Er is, dat moet ik misschien nog eventjes wel zeggen, het lijkt heel veel. Ik denk ook dat na het eind van deze presentatie jullie denken, goh, er is wel heel veel aan de hand. Dat is helemaal niet bedoeld om jullie naar huis te laten gaan, bijvoorbeeld. Omdat jullie denken, medische hulpmiddelen, dat gaan we maar niet meer doen. Dat is vooral bedoeld om jullie bewust te maken van het feit, schakel hier wel iemand bij in. Al is het maar om even te helpen en de kaders uiteen te zetten, zodat je weet waar je aan toe bent. Dan gaan we eindelijk naar de ontwerp- en de ontwikkelingsfase. Is die MDR dan nog relevant? Ja, dan is die eigenlijk eens te meer relevant. Ik heb een aantal punten opgesomd waar je rekening mee moet houden. Daar is er, zijn er in ieder geval drie van, waarvan ik vind dat je daar al vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase, vanaf het eerste begin, goed over na moet denken. Dat is in eerste instantie dus contact met die aangemelde instantie. Die zijn, zoals gezegd, ontzettend druk. Die kunnen je helpen als je vragen hebt. Goh, wat wilt u ontvangen? Maar ze gaan daar niet heel ver in. Die notified body die mag de fabrikant van een medisch hulpmiddel ook weer niet te veel helpen. Volgens de MDR, een beetje flauw kun je denken, is ook wel heel veel gedoe over. Maar ja, dan krijgen we straks de vraag, goh, wat voor klinisch onderzoek moet ik precies doen, notified body? En dan wordt het onderzoek gelimiteerd tot wat de notified body zegt. En dat vindt de wetgever niet helemaal wenselijk. Daar moet de fabrikant zelf over nadenken. Wat natuurlijk wel kan, is dat de fabrikant daar hulp bij inschakelt van experts op het gebied van enerzijds het doen van onderzoek, anderzijds het betreffende gebied van het medisch hulpmiddel. Dan staat er klinische evaluatie. Waarom moet ik daar nou zo vroeg mee beginnen? Maar ja, ik denk dat ik dat jullie misschien wel niet hoef te vertellen. Klinisch onderzoek, als dat nodig blijkt te zijn om de veiligheid en de effectiviteit van je medisch hulpmiddel aan te tonen. In hele spaarzame gevallen kun je volstaan met een literatuurstudie. Maar zeker met nieuwe technologieën wordt er toch wel klinisch onderzoek vaak vereist. Al dan niet door jezelf, dan wel door de notified body. Duurt heel lang dat onderzoek. Daar hebben we ook aparte Nederlandse wetgeving over, hoe je dat in moet steken. Wat je niet wil hebben, is dat je bij een notified body aankomt. Uiteindelijk je onderzoek presenteert. Je hoopt, wat zullen we zeggen, over een half jaar of een jaar de markt op te gaan met je medische hulpmiddel. En dan zeggen ze, ja, doe toch nog maar een onderzoek. Hè? En dat onderzoek dat duurt dan 2 jaar. Nou, dat is natuurlijk hartstikke niet de bedoeling. Want dan gaat dat medisch hulpmiddel veel later de markt op. En ik word vaak te laat ingeschakeld. Namelijk als een concurrent er dan vervolgens al eerder bij is. En het product op de markt is. Dat willen we heel graag voorkomen. Dus wederom, denk vroeg na over de klinische evaluatie. Denk ook vroeg na over privacy en cybersecurity. Er is heel veel guidance, ook Europese guidance hoor, over ook hoe je klinische evaluaties doet voor software. Dus dat hoeven jullie niet allemaal zelf te verzinnen, gelukkig. Je hoeft bijna niks zelf te verzinnen. Maar denk ook vroeg na over privacy en cybersecurity. Weer een anekdote uit het echte leven. Duits medische hulpmiddelbedrijf heeft
medisch hulpmiddel ontwikkeld. Zit software in, zit ook een kastje omheen. En de Notified Body die wil graag van de fabrikant in spe weten, wat moet ik nou precies, waar moet ik rekening mee houden? Een risicoanalyse voor het product. En dat moet ook gaan over cybersecurity. Wat zegt de fabrikant? Die zegt, 5 minuten zegt Bart, dan ga ik eens even aanmaken. De fabrikant die zegt, ja, ik denk dat cybersecurity geen probleem is voor ons, want het device is niet aangesloten op het internet. Heeft iemand het idee dat als je niet bent aangesloten op het internet, dat cybersecurity dan totaal irrelevant is? Je bent wel heel stoer als je nu nee zegt trouwens. Misschien iets neutraler moeten formuleren. Wat zegt een notified body? Die zegt, er zit een USB-poort in jouw kastje. Dus er is zeker wel sprake van problemen met cybersecurity. Ga maar terug naar de tekentafel. En dat is het laatste wat je wil horen als je eigenlijk geen tijd meer hebt om terug te gaan naar de tekentafel. Technische documentatie, daar gaat die aangemelde instantie naar kijken. Ook naar het kwaliteitsmanagement systeem, dat meer zegt over de processen. Hoe gaan we nou ook in de toekomst voldoen aan de MDR? Technische documentatie gaat meer over een productomschrijving. Hoe ziet onze productinformatie richting de patiënt er straks uit? Risicoanalyses. Klinkt wederom ingewikkeld, maar er is hele overzichtelijke en duidelijke documentatie voor. Moet vervolgens natuurlijk wel iemand doen. Nou, en dan ben je eindelijk in de handel. En dan kun je mensen helpen met je idee en met je product. En ben je dan van de MDR af? Je bent niet van de MDR af, kan ik jullie vertellen. Er zijn ook verplichtingen die in de MDR staan voor als het product eenmaal in de handel is. Vigilantie, post-market surveillance. Dat gaat heel erg over het verzamelen van, laten we zeggen, klachten of ernstige ongevallen die er met het hulpmiddel zijn gebeurd. Misschien moet je nog een post-market study doen, hè? Nadat je die CE-certificering hebt gekregen. Zijn er misschien studies die je nog steeds van de notified body zal moeten uitvoeren? Vergoeding, ook een juridisch onderwerp. Het zou natuurlijk mooi zijn als het medisch hulpmiddel wordt vergoed door een zorgverzekeraar. Maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Mag ik zomaar reclame maken? Ik heb een prachtig hulpmiddel bedacht. Het antwoord is nee. Dat mag niet zomaar. Je mag gelukkig heel veel. Anders dan bij geneesmiddelen, waar bijna niets mag. Er mag veel, maar je moet ook hier je in ieder geval even inlezen in wat juridisch wel en niet mag. Gunstbetoon, heel kort handen. Wie weet wat gunstbetoon is? Ja, oké, alleen Bart is omgekocht door een... gunstbetoon, relaties met zorgprofessionals als zijnde medische hulpmiddelenfabrikant. Mag ik Bart een cadeautje geven als ik een mooie app heb ontwikkeld en hoop dat Bart die app gaat aanbevelen bij zijn patiënten? Nee, mag niet. Het mag volgens mij €50 zijn, zoiets. Er zijn hele strenge regels voor. Die vragen krijgen wij ook per jaar. Daar moet je meer aan denken. Ja. En volgens mij mag dat wel 3 keer per jaar. Laatste minuut, Wouter. Laatste minuut. Nou, dan ga ik hier maar heel kort doorheen. Er komt ook nog heel veel meer aan, is de boodschap van deze slide. Over AI, over data. En je denkt, we hebben toch al de AVG. Maar nee, er komt meer aan. Ook meer in het algemeen over data. Allemaal vanuit de Europese Unie. En hier is door jullie collega-fabrikanten, hier wordt een gigantisch probleem van gemaakt. En dat is best begrijpelijk, als je deze presentatie zo hebt gezien. Er zijn heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. En nu staat er nog veel meer op stapel. Dus het is een beetje de vraag wanneer wat komt. En het is ook altijd totdat dit zijn allemaal proposals, hè, totdat die worden aangenomen wat precies de wet wordt. Maar dit wordt ook allemaal relevant in de toekomst. En misschien wel in de nabije toekomst. Ik denk dat Aline nog iets meer gaat vertellen over de AI-verordening dadelijk. Heb je vragen? Kom alsjeblieft straks ook langs. Want ik kan me voorstellen dat er een hele hoop nog helemaal niet duidelijk is. Dankjewel, Wouter. En je hebt er maar 2 weggejaagd, dus het viel mee. Het viel mee, hè? Ja. Ik vond het wel goed gevonden. Blijf ontwikkelen.
Nee, er komt een hoop aan. Nou, dat nogmaals, Wouter is ook zo meteen bij de netwerkborrel aanwezig. Dus mocht het tot vragen hebben geleid zijn introductie, dan schiet hem niet af, maar aan. Volgende twee presentaties hebben we een blokje met Peter Vonk en Rick Pleijhuis. Peter Vonk is IT-coördinator bij de radiotherapie. En Rick Pleijhuis is internist, allergoloog en tevens co-founder van een bedrijf wat veel met deze certificeringskwesties al gedeeld heeft. Die geven ons wat praktijkcasuïstiek mee. Dus Peter, the floor is yours. Oké, dankjewel. Mijn naam is Peter Vonk. Ik werk afdeling radiotherapie als ICT-coördinator. En we hebben ook een protonencentrum en er kwam een keer een vraag van, kunnen wij ook een tool lanceren, een Excel-tool, die een vergelijking kan maken tussen of iemand voor protonentherapie in aanmerking komt of voor fotonentherapie. En toen ging ik al denken van, nou, dat wordt lastig, want dan hebben we met de MDR te maken. En toen ging ik wat langer nadenken. Toen dacht ik van, nou, we hebben allemaal Python-scriptjes, allemaal zelfbouwapplicaties, allemaal toeltjes. En als je dan gaat praten op de afdeling, dan vindt iedereen het maar lastig, moeilijk, moeilijk. En nee, dat is geen MDR-achtige applicatie, hoor je dan. En toen dacht ik, ja, daar moet ik iets mee. Toen dacht ik eerst van, nou, laat ik alle software maar eens even inventariseren dat we hebben. Dus ook alle Excel-sheets. En dat ga ik indelen in een systeem-applicatie-release-module-systeem. Dus ik groepeer het wat bij elkaar. En laten we dit maar gaan klassificeren. We hebben net gezien al die klassificatieregels. Waar het aan moet voldoen. Daar hebben we in ieder geval een beeld van waar we het over hebben. En misschien was het ook wel goed om even nog een proces te maken om alles op orde te krijgen en te houden. Want ondertussen komt er natuurlijk weer heel veel bij. Waar het om ging was deze tool. Het gaat om mensen met borstkanker. Het kunnen zelfs mannen of vrouwen zijn. En afhankelijk van een aantal instellingen werd het dan vergeleken van, er komt een uitslag uit van, u komt wel voor protonentherapie in aanmerking of niet. En dit is een soort voorselectie. Want uiteindelijk wil je een planvergelijk gaan maken en daaruit wordt echt bepaald of je voordeel hebt of niet. Nou, dit is best op zich niet eens zo spannend, denk ik. Dit is best wel een simpele applicatie. Alleen ja, dan moet je het nog gaan valideren. En we wouden het ook nog eigenlijk verspreiden op de markt. En we zaten nog in een fase dat we de MDD hadden. En dat was nog net twee weken ervoor dat het echt de MDR live ging. Hebben we dit gevalideerd en konden we het verspreiden nog. Wat ik heb gedaan is alle applicaties in een SharePoint-site neergezet. Nou, met een link naar het CMDB van het UMCG. Dus onze Configuration Management Database. Met een code eraan vast. En de tool heet de PST Mama Tool. En dat was een hele grote lijst, dat natuurlijk. En als verbijzondering heb ik gedaan van, laat ik er ook maar eens een klinische omgeving ervan gemaakt. Dus in plaats van een gewoon standaard OTAP-straat, ontwikkeld, test, acceptatie, productie, zit er nu dus ook een klinische stap nu in. Om in ieder geval te kunnen kwantificeren wat klinisch is. Wij werken dus in releases, dus van de applicatie komt er een release, een soort versie. En zo kunnen we hem helemaal klassificeren, of in ieder geval in beeld brengen wat het is. Nou, wat is de tool dan? We hebben nog een tooltje erbij gemaakt, ook in Excel, met alle klassificatieregels. En op basis van die klassificatieregels kunnen we zeggen van, in dit geval, dit wordt gebruikt om te bepalen of een patiënt voor protonentherapie in aanmerking komt. Ja, dat is duidelijk dan op een dure klasse 2A-applicatie. En dan hebben we de discussie ook beëindigd dan direct. Want ja, dit is gewoon wat de regels zijn en that's it. Simpeler kunnen we het niet maken, denk ik. Dit is een voorbeeld van hoe het dan aan de voorkant uitziet. Het zijn een aantal tabbladen, 4 tabbladen. Eentje van is een active device, waar alle klassificatieregels voor die active device in staan. En uiteindelijk komt hier een uitslag op, een klasse 2A. En eventueel zou je dat kunnen laten ondertekenen en in je technisch dossier kunnen opnemen. Wat we verder nog gedaan hebben is versionering, want in de MDR staat ook iets over versies. UDIP, DIPI, dus Device Identifier en Product Identifier.
En wat heel handig is om te gebruiken, en dat wil ik jullie als tip meegeven, is dat je eigenlijk de eerste twee versienummeringen, de nummers van de 3.0, zeg maar in dit voorbeeld, kunt gebruiken om de documentatie te linken aan je software. En het laatste nummer gebruik ik dan om de kleine wijzigingen in je documentatie of in je software, nou, dat kan dan gewoon veranderd worden. Stel dat je iets seksueels nog wil veranderen, dan is dat niet zo van invloed op je software of op je documentatie. Dan krijg je de volgende stap, dan moet je gaan testen. Nou, wat ga je dan testen en hoeveel ga je testen? Wat heel belangrijk is denk ik om te kijken van wie zijn je gebruikers. En je gebruikers zijn dan niet alleen degene die de tool gebruikt, maar misschien ook wel mensen uit je IT-organisatie, eindgebruikers, beheerders. Denk aan security, dat is net ook al genoemd. Dus dat moet je eigenlijk allemaal opnemen aan eisen in je, dat zijn eigenlijk gewoon je requirements, zeg maar. Verder is het even goed om na te denken over, je kunt niet alles testen. Dus maak op basis van je risicoanalyse een plan hoe je gaat testen. Dus, dat kun je doen met de FMEA-methodiek. En als tip, de GSPR-requirements zijn ook. Dat zijn gewoon requirements. Die kun je gewoon opnemen in je requirement sheet, zeg maar. En ik heb al ervaring met de CAM5-methodiek. En toen ik dan de ISO 62304 zag, toen dacht ik van, dat kan ik ook plat slaan. En dat is eigenlijk gewoon een CAM5, of dat is eigenlijk een platgeslagen CAM5 methodiek. En ik ben het zelf heel erg fan van de CAM5 methodiek, omdat dat eigenlijk heel goed beeld geeft wat het eigenlijk inhoudt. En dit is eigenlijk het oranje gedeelte, is eigenlijk de CAM5, waaromheen zit dat je een RFC hebt, een request for change, oftewel een wijziging. Wat door het Change Advisory Board heen gaat, een comité die beslist of de wijziging doorgaat of niet. Er kan een bug optreden. Dat kan van invloed zijn op je business requirement, die kun je monitoren met de KPI. En als je dan een hele CAM5 methodiek gaat volgen, dan krijg je in principe heel veel documenten, met heel veel testdocumenten. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan heb je een proces eigenlijk doorlopen, wat uiteindelijk via een release vorm, een soort vrijgave formulier, de markt op kan. Leuke is, als je het onderste gedeelte ziet, dat is eigenlijk het gedeelte waarin ontwikkeld wordt. Dat is ook een gedeelte wat je kunt uitbesteden. Dus als je dat bovenste gedeelte waar requirement staat, REC, dat zijn je pakket van eisen, zeg maar. Misschien nog een stukje design erbij. Als je dat dus outsourced, dan heb je het onderste gedeelte wat de fabrikant voor jou doet. Ik ga even heel snel, want ik heb 18 sheets. Dus, en dit ziet er eigenlijk in conceptueel vorm er eigenlijk in. Van je hebt requirements, je designt het, je bouwt het, je installeert en test het. En je kijkt of het ook bij de eindgebruiker bruikbaar is. Een probleem wat je dan krijgt is als je dit allemaal wil gaan doen, is dat je heel veel rollen nodig hebt. En eigenlijk ook heel veel menskracht. Dit is eigenlijk meer een lijstje zo van denk je na over van welke rollen wil je allemaal, heb je nodig in je organisatie. Want dit heeft nogal wel impact van MDR. Ik ga ze niet allemaal noemen, anders kom ik iedere tijd heen. Wat ik net al zei, het V-model heb ik ook een keer platgeslagen. En je hebt twee normen dus. De ISO-norm voor softwareontwikkeling, voor medische hulpmiddelen, dat is die 62304. En de CAM5-methodiek. En als je die op elkaar, over elkaar heen legt, heb je eigenlijk gewoon, kun je het allemaal in één Excel-sheet kwijt. En ik denk dat daar de grootste winstpakker zit. Je kunt dus alle user requirements hebben we opgeschreven. En daar hangen wij nummertjes aan. En de functionele specificaties, de functionele requirements, die zitten daar weer aan gelinkt. En zo ga je eigen soort kerstboom maken met requirements. En de volgende sheet komt er eigenlijk naast te staan. Dat is deze. Dan kun je nog een stukje design specificeren. Je modules kun je specificeren. Die kun je ook dan weer afzonderlijk testen of hergebruiken. En de laatste kolom heb je dan een HFMEA-analyse. En op basis van die analyse kun je dan weer zeggen van ik moet mijn requirements weer gaan uitbreiden. Of ik moet andere mitigerende maatregelen doen. En
Dit is eigenlijk een soort werkdocument in Excel. En dan kun je op een duur, als je de testcases hebt gemaakt, kun je deze testcases gewoon knippen en plakken in jouw testplan en testrapport. Dus dit is echt puur bedoeld als hulpmiddel om, ja, om je proces door te komen, zeg maar. Het voordeel is ook als je een nieuwe versie hebt, je knipt hem en plakt hem weer naar een nieuwe versie en je gaat met een nieuwe release weer bezig. Wil je dingen eruit hebben, dan markeer je ze eruit, maar je nummeringen blijft ook nog weer actief. Dus dit kun je ook nog weer gebruiken om in jouw source code, in je broncode, helemaal te koppelen, zeg maar, op nummeren. En dan heb je je traceability, wat ook heel vaak genoemd wordt in de Amerikaanse methodiek, heb je in orde. Uiteindelijk, als je dus alles bij elkaar hebt geharkt aan een dossier, en dat zijn bijvoorbeeld ook je manuals die je erbij schrijft, installatiehandleidingen, wat hier IQOQ wordt genoemd, testplan, testrapport, de RS staat voor requirement specification, dus de sheet die ik net liet zien, dan kun je, als het allemaal goed getest is, gewoon gaan vrijgeven. En dan kun je hem intern gebruiken. Dit is eigenlijk een hele makkelijke manier hoe je snel een stukje broncode, een stukje Excel of een scriptje kunt vrijgeven, zonder dat je er heel veel dingen omheen hebt zitten. Want uiteindelijk gaat het om de zorg toch wel wat minder kostbaar te maken met allemaal dure licenties en dure tooling. En ik denk dat je het op deze manier voor de kleinere dingen al heel snel makkelijk kunt maken. Zoals gezegd, er zit een soort lifecycle omheen. Op het moment dat er weer nieuwe requirements komen of treden fouten op in het programma of de wereld verandert, dan hebben we een ontwikkeld testacceptatie productie omgeving. En de productie gebruiken we ook wel voor researchers die al vroeg scripts willen gebruiken of applicaties willen gebruiken, die al wel getest zijn, maar nog niet klinisch zijn vrijgegeven. En als er dan wel klinisch wordt vrijgegeven, dan komt het in onze klinische omgeving terecht. Dit is een beetje de wereld waar ik in mij begeef en ik probeer de afdeling daarin te helpen. En jullie ook. En ik hoop dat jullie wat tips hebben gekregen om mee verder te kunnen. En als er vragen zijn, dan weten jullie mij te vinden. Dankjewel, Peter. En dit is voor jou gesneden koek. Ja. En heel simpel. Gewoon even uitorganiseren. Zet het in een Excel-sheetje en je hebt het overzicht immers. Ik kan me voorstellen dat het voor een ander iets minder zo is. Heeft iemand nog een vraag? Ja, dan gaan we hebben tijd voor één vraag voor Peter. Voordat we verder gaan naar Rick. Misschien stel je jezelf ook even voor. Hoi, ik ben Hielke van de biostatistiek afdeling van de epidemiologie. Mijn vraag is eigenlijk, vaak wordt zulke soort modellen worden tijdens bijvoorbeeld een promotieonderzoek gemaakt. En dan daarna komt er dus al die ISO en GAMP-V dingen. Is er een manier om die dingen alvast te integreren? Dat je aan het begin van de onderzoeksfase al nadenkt over hoe die dingen daarna gaan komen. En heb je tips hoe om daar vanuit de beginfase over na te denken? Ja. Dit is een hele goede vraag. Omdat je zit als onderzoeker, heb je natuurlijk een beperkte tijd. Als dit er dan bij komt, dat is wel een dingetje. Als je zeg maar zo'n Excel-sheet alvast gaat invullen en je requirements die je nodig bent alvast op papier zet, dat geeft je gewoon al een goede basis om mee verder te kunnen. En dan maakt het niet uit in wat voor soort template het ooit terecht gaat komen, maar je hebt het in ieder geval voor jezelf al genoteerd. En dat kan een middel zijn om het gesprek aan te gaan met de eindgebruiker of de patiënt. Of, weet je, dus dat helpt gewoon. Schrijf het op. Dat is eigenlijk de boodschap. Kun je het al integreren in de voorstadia? Ja, maak gebruik van zo'n template die ik heb. Ik bedoel, ik kan het verspreiden als het goed is, dan dat is geen probleem. Maar je zult ook wat moeten weten van wat is CAMP 5 en wat betekent de ISO-norm. Dus daar zul je ook in getraind moeten worden. En dat is eigenlijk een boodschap naar het onderwijs van ga alvast daar de mensen in trainen. Dat kunnen wij hier ook wel doen, maar dan kost het je heel veel tijd tijdens het onderzoek. Dus eigenlijk moet je dat vooraf al weten. Hoe kun je requirements schrijven en hoe kun je ermee omgaan? Dus dat is echt wel een stukje wat nog mist, zeg maar.
Dankjewel, Peter. En wij hebben de mailadressen van de toeschouwers niet. Dat gaat via het platform van de Slimme Zorg-Estafette. Dus mocht je interesse hebben in direct contact met Peter, hij is hier nu en ongetwijfeld schroomt hij niet om zijn mailadres met jou persoonlijk te delen. Je kunt ook via voor mijzelf of via de anderen van de organisatie. En wij zien vanuit het innovatiecentrum ook vaak dat die vraag bij ons komt aan het einde van een promotietraject. We hebben iets prachtigs gemaakt. We willen nu eigenlijk kijken van, ik stop ermee. En Peter van Ooy aan het begin beschreef het al. Ik stop ermee, dus maak het alsjeblieft duurzaam. En tabé, ja, en dan werkt dat vaak niet meer. Hè? Dus hoe vroeger je zeg maar probeert in kennis te tappen zoals Peter hier aanbiedt en ook via het innovatiecentrum, hoe beter. Algemeen advies. Oké, dankjewel Peter. Dan gaan we over naar Rick Pleijhuis. Ik heb je al even kort geïntroduceerd, dus de floor is yours, Rick. Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag. Dank voor de introductie nog, Bart, inderdaad. Ik ga wat vertellen over de praktische invulling eigenlijk. We hebben al gezien vandaag, er komt van alles kijken bij het implementeren van een algoritme, software as a medical device. En dat is best ingewikkeld. En ook niet altijd even schaalbaar, denk ik. We hebben het ook even gehoord over de in-house ontwikkeling bijvoorbeeld. Dat betekent dus dat elk ziekenhuis voor zichzelf zo'n technisch dossier moet gaan samenstellen. Maar ook de stap naar CE-certificering is een behoorlijke stap voor velen. En er zitten wel degelijk enkele opties in voor standaardisatie, denk ik. En dat wil ik graag met jullie bespreken. Als disclosure, het was al even genoemd. Maar ik ben hier werkzaam als internist, maar ook betrokken bij een start-up die hierover gaat. Nou, waarom? Nou, eigenlijk dit verhaal. Er is een exponentiële toename in de algoritmes die ontwikkeld worden in de zorg. Dat betreft AI-algoritmes, maar ook conventionele algoritmes. Zelfs een simpele puntenscore die we dagelijks gebruiken in de praktijk valt onder de MDR in principe. En eigenlijk ligt de focus met name op het ontwikkelen van steeds maar meer. En we zien een enorme toename in nieuwe algoritmes die er gepubliceerd worden. En er is iets minder focus, denk ik, op de daadwerkelijke implementatie van die algoritmes. En dat heeft wel een aantal redenen, denk ik. En ook een aantal zaken waar we daarvoor extra moeten opletten. En we hebben van het filmpje van Peter van Ooyen al even gehoord dat validatie belangrijk is. Voordat je zo'n algoritme gaat inzetten in de praktijk, wil je dat je zeker weet dat het toepasbaar is op de patiëntenpopulatie waar je het voor wilt gaan inzetten. Dat kan je doen door externe validatie. Maar dat gebeurt in de praktijk eigenlijk maar mondjesmaat. Deels ook omdat data dan niet beschikbaar is. We zien dat er heel veel verschillende soorten algoritmes zijn. Verschillende codetalen waarin ze zijn opgebouwd. Dat betekent dus heel veel variatie. Talloze websites, apps, mobiele device apps. Meestal überhaupt niet gecertificeerd, soms nog MDD. Een enkel geval MDR. Maar echt een gebrek aan standaardisatie. En daar zit denk ik het probleem. Want dat betekent dat het niet schaalbaar is. En dat we met extreem lange wachttijden en hele hoge kosten te maken hebben. En dat als je dan één keer dat hele proces hebt doorlopen, dat het dan ook nog een uitdaging is om het in een EPD te integreren. En als het allemaal verschillende toepassingen zijn. En de MDR uiteraard, daar hebben we al veel over gehoord, die komt dan ook nog om de hoek kijken. Nou, het voorstel wat we daarvoor eigenlijk een aantal jaren geleden hadden gepostuleerd was om dit proces te standaardiseren. En dat is denk ik heel goed mogelijk. Wat u hier centraal op de dia ziet, is eigenlijk een cloud-based kwaliteitsmanagement systeem. We hebben dat net van Ilona al even gehoord, ISO 13485. Dus dat is, eigenlijk kan je dat hele proces standaardiseren, want het komt elke keer op hetzelfde neer. Wat we dan proberen te doen, is onderzoekers uitnodigen om hun code, om hun formule van het algoritme op dat kwaliteitsmanagement systeem te plaatsen, dus online. En vervolgens wordt er automatisch, wederom gestandardiseerd, een gebruiksvriendelijke interface omheen gebouwd. En dat doet de software. Omdat dat allemaal gestandardiseerd gebeurt, kunnen we dus ook met minder documentatie af, of we kunnen veel herhalen van de documentatie. En is dat CE-certificeringsproces nog steeds omvangrijk, maar wel een stuk minder omvangrijk.
En kunnen we ook afspraken maken met notified bodies, dat bijvoorbeeld dat QMS niet elke keer opnieuw bekeken wordt, want het is tenslotte hetzelfde QMS. Dus dan kunnen we ons beperken tot de inhoud van die specifieke modellen. Het platform beschikt ook over een validatiemodule. Dus daarmee kan je geanonimiseerde gegevens, bijvoorbeeld uit het eigen ziekenhuis, maar we hebben ook met Lifelines projecten gedaan, gebruiken om high throughput en meerdere modellen tegelijkertijd te valideren. En dat is denk ik nuttig, want als er meerdere modellen zijn die bijvoorbeeld eenzelfde output voorspellen, en ik noem maar even cardiovasculaire modellen bijvoorbeeld, daar zijn er letterlijk duizenden van, en een heleboel daarvan die voorspellen dezelfde uitkomst. Welke ga je dan gebruiken? Wat is het beste model? Waar ga je tijd in steken om een technisch dossier voor op te stellen? En welke kan je links laten liggen? Nou, daar kan je zo'n validatiemodule voor gebruiken om het best presterende model te selecteren. En als je dan dat hele traject hebt doorlopen, dan kan je uiteindelijk het model gemakkelijk, relatief gemakkelijk, integreren in het elektronisch patiëntendossier. Wederom omdat alles is gestandardiseerd. Dus we hoeven niet elk model te integreren. We integreren eenmalig het complete platform, het kwaliteitsmanagement systeem. En daarmee is er toegang tot alle modellen op het platform. En op dit moment zijn dat er iets meer dan 3000. Even kort deze stappen nog in iets meer detail. Het begint dus met het aanleveren van code van een algoritme. Dat betreft een gestandardiseerde stap. En er zijn verschillende vormen waarin je dat kan doen. En je kan hele simpele algoritmiek toevoegen. Punten scoren bijvoorbeeld voor een risico op hart- en vaatziekte. Maar je kan ook een R-script toevoegen of Python-code toevoegen. En op die manier dus ook machine learning modellen kunnen gedraaid worden. En uiteindelijk gaat de software daar een generiek sausje overheen gieten. En die maakt daar een gebruiksvriendelijke interface van. Die is altijd hetzelfde. Dat is ook weer nodig voor de MDR. En die is beschikbaar zowel als een web-based format. Dus internet is in principe voldoende. Maar ook als een mobiele applicatie. Dus dat is automatisch gelijk als app beschikbaar. En ook als API. Dus dat betekent dat die geïntegreerd kan worden in een EPD. Dan die validatiemodule. Hoe werkt dat dan? Eigenlijk elk model wat op het platform staat. Ik zei al op dit moment iets meer dan 3000. Die kan eenvoudig gevalideerd worden. Er zit een tool ingebouwd waarmee je geanonimiseerde data kan toevoegen aan het platform. Het wordt niet opgeslagen, dat is vluchtige data. Maar we doen daar analyses mee. En per model kan er dan vervolgens gekeken worden of de voorspelde uitkomst ook de daadwerkelijk geobserveerde uitkomst is. Oftewel de klassieke externe validatie. Nou, dan zijn er afspraken over wat relevante parameters zijn om dan te meten. En er staan er hier een aantal op de dia. Ik zal daar nu niet expliciet op ingaan. Maar het komt erop neer dat we zowel kijken naar de technische validiteit. Dus hoe goed presteert het model. Maar ook naar de klinische relevantie. Dus bijvoorbeeld, wat is de net clinical benefit van zo'n model? En voegt het nou echt iets toe? Of is het meer een nice to know? Nou, we hebben daar een aantal voorbeelden van gehad in huis, UMCG. Bijvoorbeeld op de intensive care is er een studie gepubliceerd waarbij we een groot aantal predictiemodellen op deze manier hebben vergeleken met UMCG-data. En professor Van der Harst van de cardiologie die hier tot recent gewerkt heeft, hebben we zelfs 28 vergelijkbare modellen rechtstreeks met elkaar kunnen vergelijken met een Lifelines database. Nou, dat heeft weer nuttige inzichten opgeleverd. En recent nog eentje voor het risico op postoperatief delier. 14 verschillende modellen. Nou, vertel van tevoren maar welk model je gaat gebruiken in het ziekenhuis. Hè. Er is maar één manier om die te selecteren. Dat is gewoon testen, denk ik. Nou, als we dat dan allemaal gedaan hebben, dan hebben we dus een standaard ISO 13485 omgeving. Ja. In combinatie met validatieresultaten. In combinatie met een technisch dossier wat is opgebouwd. En dat geheel kan dan worden aangeboden aan een externe instantie, een notified body, voor CE-certificering. Of men kan ervoor kiezen om dat allemaal niet te doen en het voor in-huis gebruik te gebruiken. Dat betekent dus dat het dan niet door andere ziekenhuizen inzetbaar is. Dus dat gaat ten koste van de schaalbaarheid, zullen we zeggen.
Wij kunnen dat als externe partij doen. Wij zijn dan zelf fabrikant, zijn dan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitseisen en ook de post-marketing surveillance. Dus dat betekent dat die rol dan niet bij het UMCG komt te liggen. En dat heeft voordelen en mogelijk ook nadelen. Inmiddels hebben we een viertal predictiemodellen als software as a medical device onder de MDR gecertificeerd. Dus een kleine 30 zijn er op dit moment in behandeling. Maar we hopen dat eigenlijk op deze manier nog dus vele malen verder te kunnen opschalen binnen Nederland, maar ook binnen Europa. En uiteindelijk kan via deze route dus iedereen die CE-gecertificeerde tools wil gebruiken, die eigenlijk rechtstreeks aanroepen via dit platform of integreren in het EPD. Nou, dat is dan ook mijn laatste slide daarover. Want die EPD-integratie, daar is schaalbaarheid denk ik ook echt een probleem op dit moment. Ik zei al even, door al die variatie die we nu hebben, betekent dat dat één op één projecten zijn. Ik denk echt dat we daarvan af moeten. Als je eenmalig zo'n kwaliteitsmanagement systeem kan koppelen, betekent dat dus dat je al die verschillende predictiemodellen in één keer toegang kan verschaffen. En dat is dan niet meer gebonden aan één enkel EPD. Dat kan dan voor alle EPD's die zo'n toegankelijkheid hebben. En eigenlijk zijn het alle EPD's die dat kunnen. Dus samenvattend hebben we een platform ontwikkeld met als doel om academische centra, maar ook perifere ziekenhuizen te ondersteunen in het hele MDR-vraagstuk. Waarbij we onderzoekers de mogelijkheid geven algoritmes te plaatsen op een kwaliteitsmanagement systeem. Vanuit daar het beheersbaar, controleerbaar en valideerbaar te houden. En uiteindelijk te ontsluiten naar de eindgebruiker op gebruiksvriendelijke wijze. En daar wou ik het graag bij laten. Ja. Dankjewel, Rick. En, dus je hebt gewoon de koe bij de hoorns gevat op een gegeven moment. Gedacht van, we gaan dat gewoon regelen. We willen dit geïntegreerd krijgen. We willen dit in de markt krijgen. Ja. En daar een bedrijf voor ingericht en ook met allerlei certificeringen doorlopen. Mooie ervaring. Heeft iemand hier nog een vraag voor Rick? Want we hebben nog een minuutje. Zeker wel. Dat is afhankelijk van de kortheid van de vraag en het antwoord of beide het platform krijgen. Jacco, stel jezelf even voor. Jacco Duker, ik ben werkzaam bij de afdeling pathologie. De klinische laboratoria die zijn natuurlijk ISO 15189 gecertificeerd. En daar heb je kwaliteit management systeem. Mm-hmm. Is deze daarnaast nodig? Of kun je gewoon op jouw bestaande kwaliteitsmanagement systeem verder? Nou, dat hangt denk ik vanaf of het CE-gecertificeerde tools betreft. Want op het moment dat je dat zou willen doen, dan zou je in de situatie komen dat je zelf legal manufacturer wordt. Dus fabrikant bent met alle eisen die daar aan zijn gesteld en verantwoordelijkheden. Dus het is ook de vraag of je het moet willen, denk ik. Maar als fabrikant zou het nodig zijn. Maar het lijkt logischer om dat uit te besteden. Ja. Dat is ook het vraagstuk. Wil je het in het UMCG doen? Of wil je het in heel Nederland doen? Ja. Of wil je het in heel Europa doen? Ja. We hebben nog tijd voor een tweede vraag. Okay. Nick Heleveld, onderzoeker bij de neurologie. Je had het net over kwaliteitsmanagement systeem, maar Ilona Brouwer zei dat voor uiteindelijk CE-gecertificeerde producten, dus ook het product zelf, moet voldoen aan meerdere normen. Zeker. Zit dat ook in hetzelfde systeem? En hoeveel moet de aanleverende partij daar iets voor doen? Ja, hele goede vraag. Dan heb ik dat niet duidelijk genoeg verteld inderdaad. Maar het zijn inderdaad twee aspecten. Dus het kwaliteitsmanagement systeem geldt voor alle modellen als basis. Maar je zal vervolgens elk predictiemodel apart moeten certificeren. Dus dat betekent inderdaad dat je voor elk model een apart technisch dossier moet aanleggen. En het hangt er ook een beetje van af in hoeverre dat uitbesteed wordt of dat een partij dat zelf doet. Je kan het als onderzoekers helemaal zelf doen. Daarbij helpen tools als wat Peter net heeft laten zien, denk ik, enorm. Om dat op een goede manier te doen. Maar je kan het ook helemaal uitbesteden. En uiteindelijk moet die combinatie van het kwaliteitsmanagement systeem met dat technisch dossier de CE gaan opleveren. Ja. Dankjewel, Rick. En
mooi om jouw journey een beetje te delen met ons, dus dank daarvoor. Ja. Dan gaan we nu naar de laatste duo presentatie, of niet een duo presentatie, de laatste twee presentatoren. Aline Klingenberg is hoogleraar IT-recht bij de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Groningen. En Sybren Broeksma is masterstudent al daar. Dus kom alvast staan, Aline. Ja. En waar we Aline en Sybren voor gevraagd hebben, is om ook de rol van onderwijs en onderzoek te belichten. En Aline in het bijzonder ook toch om een klein doorkijkje te geven naar iets wat eraan zit te komen. En bij die cliffhanger laat ik hem. Ja, dat wordt. Ik dank je wel, Bart. En dank ook voor de uitnodiging om hier wat te mogen zeggen over onderwijs en onderzoek in het recht. Misschien een beetje in het hol van de leeuw van allemaal medici en klinisch onderzoekers die denken: wat moeten we eigenlijk met die juristen? Dat is heel vervelend. Nou ja, dat gevoel snap ik wel. Ik denk dat Wouter dat gevoel ook herkent. Maar ja, wij zijn er nou eenmaal. Ja, ik heb ook zitten denken om deze presentatie als titel mee te geven: het belang van strenge regels over data. Maar ik dacht, nou, dat is misschien wat te veel provocerend. Laat ik het gewoon noemen: regels over data. En ik hoorde dat afgelopen maandag ook. Toen waren wij in een overleg, was Bart ook bij. En toen zei iemand van: ja, het is veel handiger om een product op de markt te brengen in China dan in Europa. Ik hoorde Wouter ook net zeggen: het is een gigantisch probleem, al die Europese regels. Dan denk ik, ja. Dat is ook zo. Misschien. Ik denk ook, vooral als ik dat hoor van de grote technologiebedrijven, van we moeten een ethische discussie hebben over hoe wij met data moeten omgaan. Dan denk ik, nou, daar hoeven jullie helemaal niet ethisch over te discussiëren, want we hebben regels. Hè, wetgeving is gestolde ethiek, wat mij betreft. Ja, en waarom is dat zo? Ik heb daar een soort mooi plaatje van proberen te maken. Hoe ziet zoiets er nou uit? Hè? Hoe komt nou wetgeving tot stand? Hoe komt recht tot stand? En wat is de invloed daarop van de maatschappij? En van ons als juristen? Nou ja, je kan hier nog het een en ander over zeggen, maar als ik... je moet ergens beginnen, maar stel je hebt een wet. En een wet is of een Europese verordening. Dat zijn regels. Iemand die bedenkt ze, nou, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat een maatschappelijke discussie aan vooraf. He, want wetgeving is maatschappelijke ordening. Dus dat gaat erover, over de vraag: in wat voor maatschappij willen wij leven? Nou, je hebt een wet. Nou, dan gebeurt er iets. Dan krijg je maatschappij, dan krijg je techniek. Dan krijg je mensen die voor alles ontwikkelen. Technische ontwikkelingen vinden plaats. Ja, dan ontstaat er recht. Dus dat is wet plus allerlei andere regels. Misschien kun je NEN-normen daaronder laten vallen, ISO-normen, maar in elk geval rechtelijke uitspraken. Dus dan gebeurt er iets. Nou, dan wordt het weer wat duidelijker voor de maatschappij. Dan krijg je weer nieuwe vragen, krijg je weer nieuw recht, krijg je weer wet. Dus dat is een cirkel die gaat steeds maar door. Dus die wetgeving die ontwikkelt zich steeds. En het recht ontwikkelt zich ook steeds. Want dat volgt elkaar. En dat volgt ook de techniek. Aan de zijkant heb je dus de invloed van de grondrechten. Want die zijn redelijk... Nou ja, dat verandert ook wel eens. Maar dat gaat heel langzaam. Dat is maar goed ook. Dus die grondrechten hebben daar een invloed op. En de democratie. Dat is dan weer de maatschappij. Hè? Wij met z'n allen, wij vinden iets... We willen strengere regels, we willen minder strenge regels. Dat komt dan weer in de Tweede Kamer of in het Europees Parlement of op lokaal niveau. Dus ja, zo ontwikkelt zich dat. En als ik daar als juridisch onderzoeker wat van een afstandje naar kijk... dat ben ik denk ik ook vergeten te zeggen wat je zei. Je bent hoogleraar bij de rechtenfaculteit. Ik werk al een jaar of 20 ook specifiek in het onderwijs over IT-recht en het onderzoek over IT-recht. Dus ik volg dat al een tijdje. Als ik daar wat op mijn afstandje naar kijk, naar die rechtsontwikkeling nu, de AVG, de AI-verordening...
dan zie ik hele grote parallellen met de ontwikkeling van het milieurecht. Dat begon ook ooit met... we moeten iets doen met het milieu. Hè? Misschien jaren 70, we loosten maar van alles in de lucht, in het water. En ja, dat was normaal. Regels stellen, dat zou de innovatie belemmeren. En dat zou ook de economische groei belemmeren. Dus dat moesten we vooral niet doen. Want ja, we hebben ook concurrentie met de Verenigde Staten. Ja, China was toen nog niet zo, dus dat moesten wij niet doen. Nou, toen kwam er voorzichtig een Europese richtlijn. Ja, toch een Europese verordening, meer Europese verordeningen. En nu is het volstrekt normaal dat je heel duurzaam wilt zijn. Misschien zelfs strenger wilt zijn dan de regels of niet. Hè, maar die maatschappelijke discussie die vindt plaats. En ik ben er in die zin dus ook echt van overtuigd dat die maatschappelijke discussie, die vindt nu ook plaats en die gaat ook plaatsvinden over regels, over privacy, over data, over AI, over de invloed die dat heeft op ons allemaal. Wij staan nog maar aan het begin van die discussie. Dus ik denk dat... nu zeg ik van, goh, dat is toch wel heel raar dat er in de jaren 70 van de vorige eeuw alles maar geloosd mocht worden op het water en in de lucht. Ik denk dat over 20 jaar, 30 jaar staat hier misschien wel een spreker die zegt, het is toch wel raar dat dat vroeger allemaal zo mocht met die data en dat het allemaal maar zo gebeurde. Het is maar goed dat we nu steeds meer regels daarover krijgen. Dus dit is een cyclus die gaat door. En dat heeft dus, ik herhaal het nogmaals, te maken met keuzes die wij met z'n allen maken. Te maken hebben met wat voor maatschappij willen wij leven. Maar ik begrijp tegelijkertijd, als je nu denkt van ik heb een mooi product en ik wil dat ontwikkelen, dat je daar, ja, je daardoor belemmerd voelt. Maar als dat nog eens een keer zo is, denk hier aan. Of probeer eraan te denken. Ja, en hoe willen we dat voor elkaar hebben? Welke keuzes maken wij als samenleving? En dan zeg ik wij het volk die gestemd hebben voor de volksvertegenwoordiging Nederland en in Europa. Dit zijn de keuzes die in de strategische agenda van de Europese Unie staan. Als we het hebben over digitalisering en de maatschappij, Is dit wat we willen bereiken? Dus dit zijn de waarden die dan weer handen en voeten krijgen in al die wetten, verordeningen en regels. Dus de keuzes die de EU maakt in de Europese verklaring over digitale rechten. Mens staat centraal. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Mens centraal. We willen ook solidariteit en inclusie bereiken. Dat kan ook, dat is niet het onderwerp voor deze bespreking, hè, maar dat kan ook te maken hebben met van, nou, welke vrijheid laat je bijvoorbeeld verzekeraars bij het gebruik van data? En alle mensen moeten ook mee kunnen doen. Keuzevrijheid, ik hoef dit allemaal niet uit te leggen, maar dit zijn de waarden die de Europese Unie kiest en wij dus met z'n allen gekozen hebben over de wijze waarop wij willen omgaan met digitalisering. Daar staat ook tegenover dat de Europese Unie qua bevoegdheid om regels te stellen natuurlijk van oorsprong een organisatie of een samenwerkingsverband is die vooral ziet op samenwerking in de economie, samenwerking in bedrijven, het tot stand brengen van een gemeenschappelijke markt. Dus er is ook een grote ambitie die de Europese Unie steeds uitspreekt van, wij willen één gegevensruimte creëren. Wij willen ook medische behandelingen op maat. Dit heb ik uit de European Health Data Space gehaald. Maar wij willen ook het mogelijk maken dat bedrijven, instellingen data kunnen gebruiken voor innovatie en economische groei. Dus aan de ene kant willen we de mens centraal zetten en al die waarden bereiken die ik op die vorige slide liet zien. Maar we willen ook economische groei en goede medische behandelingen, goed onderzoek,
In preventie willen we ook allemaal. Maar hoe dan? Daarom heb ik hier zo'n weegschaaltje neergezet. Want ja, al die belangen, al die waarden, die moeten ergens in een weegschaal. En ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, daar heb ik niet specifiek antwoord op. Maar dat is waar wij als, met name als IT-rechtjuristen, ons natuurlijk in grote mate mee bezighouden. En een van onze alumni, Wouter, die heeft daar in de praktijk natuurlijk heel erg mee te maken. Maar wat wij, of wat ik en wij, mijn collega's bij IT-recht, ook onze studenten proberen bij te brengen. Ik weet niet of het lukt, Siebren, maar is van kijk ook altijd naar de achtergrond van een regel. Het is niet alleen maar de regel, het is ook waarom hebben we die regel. Hoe uitzicht dat nu in de keuzes? Nou, er zijn een heleboel regelingen. Ik zag ze net ook al op een slide van Wouter terugkomen. Er zijn een heleboel regels die eraan komen. Ik heb een mooi plaatje hieronder gemaakt van, ik denk een sprinter. Zo voelt het soms voor mij. Al 20 jaar onderwijsgevende op het gebied ook bijvoorbeeld van privacy en gegevensbescherming. Ik kan eigenlijk nooit, het is geen klacht hoor, het is leuk meestal. Ik kan eigenlijk nooit mijn college slides van vorig jaar weer uit de kast trekken en denken van, oh, ik moet morgen college geven. Weet je, ik doe wat ik vorig jaar deed. Er is altijd wel weer iets nieuws, iets anders, nieuwe techniek. En nu ook weer, dus ik zit nu ook weer na te denken van hoe implementeren wij dit weer in ons onderwijs? Hoe krijgen wij dit weer? Wat is belangrijk? Wat moeten we uitleggen aan de studenten? Wat geven we ze mee? En wat kunnen ze in de praktijk wel leren? Ik denk dat ze normen, ISO-normen, dat leren ze wel in de praktijk. Tot in zo'n detail hoeven wij dat bij de rechtenopleiding niet te doen. Een andere vraag is dan ook van, ja, hoe ga je om met gegevens delen? Ook dat vind ik een hele interessante onderzoeksvraag. Kun je je data verkopen? Of kun je betalen met je data? Daar ligt nu ook wel regelgeving over de EU. Ik kwam ook het woord gegevensaltruïsme tegen. Ik geloof in de Data Governance Act, waarin dus het mogelijk wordt gemaakt dat mensen gegevens delen voor algemeen belang, als wetenschappelijk onderzoek of voor het verbeteren van openbare diensten. Twee van de, een UD en een postdoc uit de sectie IT-recht zijn nu ook wat meer specifiek onderzoek aan het doen naar vragen van, ja, kun je inderdaad je gegevens verkopen? Ja, ik heb daar gevoelsmatig denk ik van, nou, zou ik toch heel raar vinden. Zijn die gegevens onderdeel van mij als persoon? Valt dat onder de bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer, als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? Dat zijn gegevens. Ik mag ook niet een nier verkopen. Kun je mijn persoonsgegevens vergelijken met een lichaamsdeel? Zijn die persoonsgegevens ook van mij, als ik geen nier mag verkopen, maar wel mag doneren? Dat mag wel, hè? Of als iemand een nier nodig heeft, dan mag ik zeggen, nee, ik weet eigenlijk niet precies hoe die regels zijn, maar ik mag volgens mij zeggen, ik sta een nier af. Ja. Dat mag ik zeggen. Ik mag misschien ook wel zeggen, dat doe ik voor een familielid van mij. Maar ik mag niet zeggen van, oh, ik krijg er 20.000 euro voor. Weet je, ik betaal mij maar, ik ga die nier. Mag dat dan wel met persoonsgegevens? Is dat anders? Nou, dat zijn wel interessante juridische vragen. Twee, drie jaar geleden is er bij mij in de sectie iemand gepromoveerd op het gebruik van data voor apps, voor wellness apps. En ik zag nu ook dat daar nu ook regels voor komen. He, dus soms lopen we voor, soms lopen we achter. Dus ik hoop. Ja, ik heb nou niet heel veel verteld over de rol van de AI-verordening en het gebruik van data. Maar ik zie hier, alles loopt in elkaar samen. Het is ingewikkeld. Maar de boodschap die ik wil meegeven, dat daar wel een belangrijke waarde
achter ligt. En ik denk dat we in Europa, binnen de Europese Unie moet ik zeggen, dat je voorop loopt in innovatie als je kunt innoveren op een mensgerichte manier. Waarbij je dus recht doet aan al die ontwikkelingen. Het IT-rechtsspecialisme kan daarin een rol spelen. Zowel vooraf, hè, voor de komst van regels, maar ook op het moment dat er regels komen bij de vraag van hoe leg je die regels uit. Dus daar wou ik het bij laten. Dankjewel, Aline. Nou, we houden de vragen gereserveerd voor tijdens de borrel zometeen. Dus dat is jammer voor degene die een brandende vraag had, maar weet dat Aline zometeen daar ook voor beschikbaar is. En wil ik nou Sybren vragen om het bal te sluiten zometeen met een introductie over zijn scriptieonderzoek, wat hij de afgelopen periode heeft gedaan, waar het nu staat. En Sybren, the floor is yours. Dankjewel. Eerst even een korte introductie. Wie ben ik? Nou, ik ben Sybren Broeksma. Ik rond momenteel mijn master IT-recht af, onder begeleiding van mevrouw Klingenberg, schrijf ik mijn scriptie. Die scriptie gaat over het in huis ontwikkelen van medische hulpmiddelen, in het bijzonder software, met behulp van machine learning, waardoor ook een stukje AI komt kijken nog aan het einde van mijn scriptie. Luidt ook ongeveer de hoofdvraag. De hoofdvraag zelf is een heel lange zin die ik niet ga herhalen hier. Die weet ik ook niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen. Waarom software in huis ontwikkelen? Het grote voordeel van software in huis ontwikkelen door middel van artikel 5 lid 5 van de MDR is dat je geen conformiteitsbeoordelingsprocedure hoeft te doorlopen. We hebben net al gezien dat bevoegde autoriteiten, niet de bevoegde autoriteiten, notified bodies, dat was het. Dat die hartstikke druk hebben, dat de doorlooptijd er heel lang is. En dus is het voordeel van het zelf in huis ontwikkelen dat je niet bij zo'n notified body hoeft aan te kloppen en heel lang hoeft te wachten, maar dat je gewoon dat hulpmiddel kan vervaardigen en kan gebruiken, maar weliswaar wel alleen intern. Dus niet buiten de rechtspersoon, dat is heel belangrijk, of de juridische entiteit. Wat die juridische entiteit dan is, dat laat de Europese wetgever in het midden. Dat is lidstatelijk bepaald. Is dit een nieuwe mogelijkheid onder de MDR ten opzichte van de MDD, de voorloper van de MDR? Ik heb ernaar gekeken, ik kon onder de Medical Devices Directive niet een vergelijkbare optie vinden om zonder conformiteitsbeoordelingsprocedure, of ik bedoel in huis software te ontwikkelen. Maar mijn theorie daarvoor is dat het onder de MDD simpelweg niet nodig was om voor software als losstaand hulpmiddel zo'n proces te doorlopen. Dus technisch gezien zou ik zeggen, het is een nieuwe mogelijkheid, maar het was voorheen simpelweg gewoon niet nodig om zo'n mogelijkheid in de wet op te nemen. En wat is het doel van artikel 5 lid 5? De wetgever zegt in de preambule, dus het voorwoord als het ware bij de verordening van zorginstellingen, zoals het UMCG, moeten de mogelijkheid hebben om voor de specifieke behoeften van specifieke patiënten zelf hulpmiddelen te ontwikkelen. En daarvoor is van belang dat er geen vergelijkbaar product op de markt is. Dus als je een vergelijkbaar product op de markt is, die voldoet prima aan die behoeften van die patiënten, die voldoet prima aan alle andere aspecten, dan betekent dat die mogelijkheid om zelf iets in huis te vervaardigen eigenlijk verdwijnt. Daar heb je geen goede grond voor. Even kijken. Verder heeft de MDR als doel vooral om het versoepelen van de markt van medische hulpmiddelen, patiënten en gebruikers een hoog beschermingsniveau te bieden en verbeterde transparantie en traceerbaarheid van die hulpmiddelen. En dat wordt later ook uitgewerkt in de eisen die gesteld worden van artikel 5 lid 5. Welke eisen worden er dan gesteld? Sommige zijn heel vanzelfsprekend, zoals dat je niet aan een andere rechtspersoon je hulpmiddelen overdraagt. Dat is een directe uitwerking van goede marktwerking. Als je zelf gaat ontwikkelen en allemaal door gaat sturen en je gaat eigenlijk buiten de markt om hulpmiddelen verspreiden. Dat is geen goede marktwerking. Dat is een beginsel van de Europese Unie om een goede interne markt te bewaren.
een openbare verklaring moet opgesteld worden als je zelf in huis software ontwikkelt. Dat is ook een hele, eigenlijk een vrij simpele eis. Ik denk dat iedereen wel weet, maar openbare verklaring moet je volgens mij gegevens van de juridische entiteit inzetten, hoe je het hulpmiddel kan achterhalen, waar je het kan identificeren, dat je aan bepaalde bijlagen voldoet, aan bepaalde veiligheidseisen. Nou, dat spreekt op zich voor zich. Dan zijn er ook eisen die iets meer uitleg behoeven. We hebben het al vaker voorbij horen komen hier, het kwaliteitsmanagement systeem, of het QMS. Niet bij iedereen zal direct denken van nou, ik weet precies wat dat is. Het is ook niet een hele juridische term. Het is een term die niet wordt gedefinieerd door de MDR, maar wat wel uitgewerkt wordt door de MDR. Artikel 10 lid 9, als ik me niet vergis, geeft aan, dit is een passend kwaliteitsmanagement systeem, hieraan moet je voldoen. En dan zou ik ook als advies geven dat waar mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande eisen uit de MDR. Ook al zijn die strikt genomen niet van toepassing als je artikel 5 lid 5 toepast. Dan zijn er ook nog een ander eis, is dat je een technische documentatie moet opstellen. Ook hier geldt dat er van alles in moet staan. Dat is de productiefaciliteit, het productieproces. Van alles nog wat staat allemaal opgesomd in dat artikel. Ook hier zou ik als advies willen geven, zoek aansluiting bij bijlage 2 van de MDR. Bijlage 2 van de MDR gaat in zijn totaliteit over de technische documentatie van medische hulpmiddelen. Zoek daar bij aansluiting. En dat is ook nog een andere eis om volgens die documentatie alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de vervaardiging van het hulpmiddel volgens die documentatie ook plaatsvindt. Wat nog wel relevant is, ging nu even iets te snel, is dat de Medical Devices Coordination Group heeft recent een document uitgebracht, een advies over hoe je in huis software kan, of niet eens software, hulpmiddelen kan ontwikkelen. Het lijkt er wel sterk op dat de Europese wetgever in het achterhoofd software heeft gehouden. Want ik kan me niet voorstellen hoe je anders in huis een bepaald hulpmiddel kan vervaardigen zonder dat daar op de markt niet al een gelijkwaardig hulpmiddel voor is. Voor software zie je, ik kwam bijvoorbeeld op internet tegen in mijn onderzoek een openbare verklaring. Daar kun je dus, omdat die openbaar zijn, makkelijk naar zoeken. Kwam ik eentje tegen uit Groot-Brittannië. Nog uit 2017, openbare verklaring over software die zij hebben gemaakt. En ik kom steeds hints tegen dat het toch echt wel draait om software. Ook al staat het strikt genomen niet in de verordening. En zou je het dus breder kunnen trekken dan alleen maar software. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nodig is om in huis een stethoscoop te ontwikkelen, omdat daar prima alternatieven voor zijn in de praktijk. Verder, ik had nog een voorbeeld. Die ging over, moet ik even nadenken. Het moet binnen dezelfde rechtspersoon blijven, hè? Dat hulpmiddel. Maar dat het MDCG geeft ook mooi als voorbeeld van remote werken met bepaalde software. Dat betekent ook nog dat het steeds binnen diezelfde rechtspersoon blijft. Nou, ik moest ook even nadenken. Remote werken met iets anders dan software, dat lijkt mij vrij onmogelijk. Wat mij weer een beetje steunbewijs geeft dat het inderdaad draait om software. En dat het heel lastig is om andere hulpmiddelen ook in huis te vervaardigen. Maar ik hoor graag voorbeelden waarbij dat wel het geval is. Verder, toen ben ik bijlaag 1 even voorbij gegaan, kan ik nog terug? Ja, bijlaag 1 stelt ook eisen aan de ontwikkeling van software. Nou, bijlaag 1, dat is een soort van algemene prestatie- en veiligheidseisen document waaraan het hulpmiddel ook moet voldoen. Dit is expliciet in artikel 5 lid 5 van toepassing verklaard, ook op de inhuisontwikkeling. Deze bijlage kent 3 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over de algemene eisen die gesteld worden aan het hulpmiddel. Hoofdstuk 2 gaat over ontwerp en vervaardiging. En hoofdstuk 3 gaat over de bij het hulpmiddel geleverde informatie.
Niet alles is van toepassing op elk hulpmiddel. Zoals al eerder is genoemd volgens mij. En het eerste hoofdstuk is zeer algemeen. Van, nou, de hulpmiddel moet voor het beoogde doeleind bruikbaar zijn, geschikt zijn. Risico's moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Het is eigenlijk een heel algemeen hoofdstuk. Hierbij is heel interessant bij dat het hoofdstuk zelf spreekt van een fabrikant en een zorginstelling en fabrikant niet aan elkaar gelijk zijn. Wel degelijk verschil is. Toch is die wel van toepassing nu die zo expliciet van toepassing is verklaard. Hierin wordt ook bijvoorbeeld gesproken over state of the art. Het moet aan de state of the art voldoen, het hulpmiddel en de wijze waarop het vervaardigd wordt. State of the art is juridisch niet hetzelfde als wat je in marketing sprake gebruikt. State of the art is meer van het moet de huidige stand van de techniek zijn. Je moet niet helemaal verouderde technieken gaan gebruiken. Je moet wel wat is nu gangbaar om te gebruiken en dat toepassen. Zoals dat ook gedefinieerd wordt in bijvoorbeeld het octrooirecht. Komt dat weer eens even terug. Hoofdstuk 2 van de bijlagen gaat over het ontwerp en welke eisen worden gesteld aan het ontwerp van het hulpmiddel. Regels 17 tot en met 17.4 gaan daarin specifiek over eisen die gesteld worden aan software. En het moet zo zijn ontworpen dat herhaalbaarheid, betrouwbaarheid en prestatievermogen conform hun beoogde gebruik gewaarborgd zijn. Dus het betekent dat moet al in het ontwerpfase meegenomen worden. Ook hier geldt dat het volgens de state of the art ontwikkeld moet worden. Nou, dat betekent niet het beste van het beste. Er is niet beter. Het is de stand van de techniek. Wat is normaal om te doen in deze situatie? En dat gewoon op die manier ontwikkelen. Dus pak geen technieken van 20 jaar terug. Dat is verouderd. Dat doet niemand meer, dus dat gaan we nu ook niet doen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het platform waarop het hulpmiddel wordt gebruikt. Dus denk, als je een software maakt voor een tablet, hou dan ook rekening met de omvang van die tablet en hoe dat de hardware van die tablet, wat is het vermogen van die tablet, hoeveel rekenkracht heeft die. En dan kent hoofdstuk 3 ook nog eisen voor de informatie die geleverd moet worden bij het hulpmiddel. Bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing, welke eigenschappen het IT-netwerk moet hebben of welke beveiligingsmaatregelen er bij komen kijken. En dat is het wat betreft de bijlagen. En hoe ga ik nu verder? Ik moet nog kijken naar de nieuwe AI-verordening die eraan komt, waar Aline het al kort over heeft gehad. Deze kent ook weer zijn eigen conformiteitsbeoordelingsprocedure voor software die ontwikkeld is met behulp van een AI-techniek, waaronder machine learning. Maar er bestaat, en dat is in mijn korte onderzoek ervoor gekomen, dat er een mogelijkheid bestaat om een soort van koppeling te maken tussen de AI-verordening en de MDR. En dan zeg je van het is een medisch hulpmiddel ontwikkeld op basis van de MDR. En dus kun je dan, hoef je geen omdat het een in-huis hulpmiddel is, hoef je geen niet zo'n procedure te doorlopen. En dan kun je dan een koppeling maken met de AI-verordening. Zeg van, nou, het is gebaseerd op de MDR. Dan hoef je het volgens de AI-verordening ook niet zo'n procedure te doorlopen. Maar dat moet ik nog verder uitwerken in mijn scriptie. Dat is nu alleen nog in mijn hoofd, helaas. Dat is artikel 43 lid 3. Dus het heeft zeker, die AI-verordening kan invloed hebben op de in-huis ontwikkeling van software. Maar het lijkt er dus op dat, dat je via dat omgangetje toch gewoon dat hulpmiddel kan ontwikkelen zonder dat je tegen nog een extra beoordelingsprocedure hoeft te doorlopen. Dankjewel. Dankjewel, Sybren. Wat ik begrepen heb van de voorgenomen AI-act is ook dat wij in het medische hulpmiddelontwikkeltraject al, zeg maar, qua industrie aan de wat strenge kant zitten en de compliance al aardig hoog hebben, waardoor de impact misschien meevalt. Alleen dat woordje misschien is een beetje onprettig. Nou, dat was het inhoudelijke deel van het programma. Dankjewel aan alle sprekers voor jullie bijdrage en interessante presentaties. Zet ik hem zo even op zwart.
de wet al even onder andere door Wouter gerefereerd. Hè, maar we gaan de komende periode zeker nog een paar meer bijeenkomsten organiseren. Zowel vanuit het innovatiecentrum, vanuit Dash, vanuit D-Health, de vakgroep IT-recht, ongetwijfeld ook zelfstandig. Dus hou onze socials alsjeblieft goed in de gaten. Wil je daarover geïnformeerd worden of schiet mij even aan voor een kaartje, dan ben je automatisch gelinkt. Dan gaan we nu over naar de discussiedeel van het programma. Dat gaan we niet plenair doen, maar dat gaan we decentraal doen. In de ruimte al daar, waar we op dit moment wat fris en wat water en wat bubbels hebben klaarstaan voor de liefhebber. Dus dank voor je komst. En hopelijk vonden jullie het een informatief en leuk programma. En tot een volgende keer.